Live vanuit Lounge 13 is dit RTV Emmen, dit kiest. Het provinciaal verkiezingsdebat van 2015. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij het tv-debat van RTV Emmen. Hier live vanuit Lounge 13. Natuurlijk gaan we deze avond discussiëren rond de provinciale statenverkiezing 2015. Want 18 maart is het zover, dan mogen we naar de stembus. Maar weet u al op wie u gaat stemmen? Weet u welke partij voor uw belangen opkomt? Weet u bijvoorbeeld op welke partij u moet kiezen als u bent voor een verbetering van het OV? Of weet u welke partij zich het meest sterk maakt voor natuur en milieu? Nou, hopelijk helpt deze avond u om een keuze te gaan maken. We behandelen vanavond 7 regionale politieke thema's. En die zijn allemaal gekoppeld aan een stelling. Mijn collega Marianne Hollander die zal voor elke stelling 4 politieke gasten aan tafel verwelkomen om te discussiëren. En na afloop van elk thema krijgt het publiek hier in de zaal, in de lounge, maar ook u thuis via social media de kans om te reageren en om vragen te stellen aan de politici. En het eerste thema dat we vandaag gaan behandelen is verkeer. Dat gaan we doen met Henk Jumelet van het CDA. Armé Nijbuur van der Ham van Sterk Lokaal. Harm Henk Veldsema van ChristenUnie en Wim Mooinat van de SP. Want de verbreding van de N34, dubbele spoorlijnen aanleggen, fietssnelwegen maken, busverbindingen verbeteren en de introductie van nachttreinen. Het zijn allemaal veel besproken onderwerpen in Drenthe. Als we het hebben over verbetering van de infrastructuur, heeft iedereen daar wel een idee over. Duidelijk is in ieder geval dat iedereen op zijn eigen manier deelneemt aan het verkeer. Maar waar moeten we ons op richten? Op de wegen of juist op de bussen en de treinen? De vraag aan het CDA, Sterk Lokaal, ChristenUnie en de SP is dus: moet het provinciale geld naar verbetering van de wegen of moeten we ons meer richten op het OV? Ja, dat is dan de vraag. Dan kijk ik even naar de rechterkant, meneer Veldsema. Ja, nou, als we met z'n allen met het OV willen gaan, dan moet dat waarschijnlijk met een luchtfiets. En daar zijn we niet zo voor. We moeten wel een beetje reëel blijven. Openbaar vervoer is belangrijk en dat moeten we zo goed mogelijk stimuleren. Maar wat ook een heel goed alternatief is, is het alternatief om fietssnelwegen aan te leggen. Want met de huidige elektrische fietsen kun je op die manier toch een behoorlijke woon-werkverkeerafstand afleggen binnen een acceptabele tijd. Dus de fietssnelwegen, op dit moment is daar Groningen, richting Assen is er sprake van. Is er voor u ook nog wat dichter bij huis, hier in gemeente Emmen, sprake van? Nou, in feite heb je hier in Emmen ook al een hele mooie fietssnelweg. Hè. De Prinsenlaan, dat lijkt er toch al heel aardig op. Hè, maar dat is maar een klein stukje, toch? En nee, maar momenteel zijn er ook plannen om te kijken of je tussen Meppel en Zwolle een vergelijkbare route zou kunnen aanleggen. Nog steeds niet echt dicht bij huis natuurlijk, hè? Nou, dat is wel Drenthe en daar hebben we het op dit moment over. Maar we zijn nu gemeente Emmen. Wij zijn vooral natuurlijk geïnteresseerd in hier. Ja, ja. Nou, inderdaad. Dat is mooi. Nou, verder hebben we op dat gebied nog niks. Nog geen ideeën. Nee. Nog geen ideeën, oké. Okay. Meneer Mooinat, gaat u vaak met OV? Regelmatig. Ja. Regelmatig? Ja, regelmatig. Ja, ja. En vandaar ook dat ik ook zeg van dat wij wel het OV heel goed moeten verzorgen. We moeten zorgen dat het OV goed bereikbaar blijft voor iedereen. En dat er ook een goed, betrouwbaar OV bestaat. Dus ook met gediplomeerde chauffeurs die op een verantwoorde manier de bussen kunnen rijden. Hebben we dat nu niet dan? Gediplomeerde chauffeurs? Nou, nu nog wel. Nu nog wel? Ja. Maar als het even tegen zit, hebben we straks bussen die gereden worden door vrijwilligers. En op zich is niks mis met vrijwilligers. Maar die zijn toch ook opgeleid tot buschauffeur, lijkt mij? Is dat zo? Dat lijkt mij, hoor. Lijkt mij niet. Tenzij je de buschauffeurs eerst ontslaat en ze dan weer als vrijwilliger opzet. Dan zou het kunnen. Maar ik denk dat een beetje... Nee, dat is een beetje cynisch, hè. Dat doen we maar niet. Dat doen we niet. Even die fietssnelweg, hè. Mag ik daarop reageren? Van mij, ja. Dat is een aparte weg voor hele snelle elektrische fietsen, hè. Dat heb ik toch goed begrepen. Onder andere, ja. Je ziet nu al de gewone elektrische fietsen. Die hebben al, er is al op gewone fietspaden al moeite met de veiligheid als er elektrische fietsen opkomen die altijd wat sneller gaan dan de rest. Of de lichtfietsen, die gaan echt ook goed snel. Ik moet er niet aan denken dat er ook nog van die hele snelle elektrische fietsen opkomen. Qua veiligheid. Nou ja, ik denk dat wel. Ik zie ze ook een beetje als een soort van verkapte brommer, hoor. Qua effect is het volgens mij hetzelfde. Moeten we daar hele aparte snelwegen voor aanleggen? Volgens u wel, volgens mij niet. Ik zou het veel meer logisch vinden als die gewoon op de weg gaan rijden met alle
alle regels die daaraan vasthangen. Wat vindt u daarvan, meneer Jumlet? Nou, ik vind daar in ieder geval van dat je alles moet aanwenden om de bereikbaarheid in Drenthe overeind te houden. Want het gaat hier over OV of het gaat over het verbeteren van wegen waar we ons geld in zouden moeten stoppen. Wat het CDA betreft gaat het vooral om bereikbaarheid. Hoe houden we het platteland, de dorpen, de wijken, de buurten, hoe houden we die bereikbaar? Het is niet iedereen gegeven om een auto te hebben. Het is niet voor iedereen makkelijk om zich te laten vervoeren. Dus het is vooral heel erg belangrijk om de bereikbaarheid overeind te houden. En als dat een fiets is, is daar heel veel voor nodig. Namelijk bijvoorbeeld snelle fietswegen. Als het gaat om goed openbaar vervoer, moet dat ook in de kleine kernen mogelijk zijn. Maar we hebben ook gewoon heel simpel goede wegen nodig. Veilige wegen nodig in Drenthe. En daar moeten we geld voor uittrekken. Duidelijk. En mevrouw Niebuyer, ja, moet ik even denken. Niebuyer van der Ham. Ja. ME. ME. Nou, oké. Mevrouw, hou ik het bij. Helemaal goed. Nou ja, wij zijn ervoor om het geld te steken in de wegen. En te zorgen dat het openbaar vervoer wat er nu is, dat vooral in stand houden. Dus dat wat we hebben, behouden. En daarnaast gewoon geld steken in wegen. Dus verdubbeling van de N34, van de N48. Maar niet alleen de wegen, ook het spoor. Zorgen dat Hogeveen weer een intercity stop wordt, zeg maar. Dus dat vinden wij belangrijk. En die verdubbeling van die N34, wat doet dat dan voor de gemeente Emmen? Want het gaat om het stukje van Hardenberg dubbel te maken. Hè, tot aan waar het nu al is bij het Klaverblad. Nou ja, het is de bedoeling dat dus de doorstroom beter wordt. Dus dat je betere vervoerstromen hebt. En daarmee wordt de bereikbaarheid ook beter. En dat is wat je ook wilt voor bedrijven die zich willen vestigen. Nou ja, Emma heeft natuurlijk ook het MTEC-terrein. Mm-hmm. Nou, je wilt graag dat bedrijven zich vestigen. Dus dan moet je ook goede bereikbaarheid hebben. Oké. Okay. En de verbreding... Ja, u wou iets zeggen? Ik ben het net met mijn buurvrouw eens namelijk. Waarom willen we dit met elkaar? Het gaat vooral natuurlijk om economische aanjagen van ons gebied. Van ook Zuidoost-Drenthe in het bijzonder. Want daar hebben we het dan nu met elkaar ook over. Je moet het niet hebben over het OV ja of nee. Of wegen ja of nee. Het moet ergens toe dienen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Waarom we met elkaar ook de provincie zien investeren op dit moment. En dat ook in de komende jaren moet gebeuren. Dus het heeft allemaal een doel. En het doel is dat mensen bereikbaar zijn. Dat mensen... zeg maar, ook kunnen komen op de plek waar ze willen. Maar dat we ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven om naar hier te komen. Dus het gaat vooral ook om economische ontwikkeling. En die verbreding van die A28, dat is ook een van de punten qua verkeer. A28, toch bij de punt? Ja. Vierbaans, maar ik denk, wat doet dat dan voor ons? Dat staat ook in de provinciale staat. Dus niet zozeer voor de gemeente. Nee, maar dat is natuurlijk denk ik gewoon heel erg belangrijk. Is de totaliteit dat je goed bereikbaar bent. Het gaat niet zozeer om als we de verkiezingen voor de provinciale staten van Drenthe hebben. Dat het alleen maar voor hier is. Het geldt voor het heel Drenthe, voor het hele noorden. Als je kijkt wat de A37 heeft gedaan en heeft gebracht in de afgelopen jaren voor ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe. Dan is zeg maar iedere ontwikkeling wat dat betreft gewoon een pre en zeker om te steunen met elkaar. Bent u daarmee eens, meneer Mooinat? Een aantal dingen wel. Het is belangrijk om de structuur in stand te houden zoals die is. Wat M.E. ook zei van OV houden zoals het is in ieder geval. Dat is een uitgangspunt. Nou, dat vind ik al heel mooi. Je gaf ook aan van Hogeveen Intercity Station. Ben ik het ook helemaal mee eens. Dus we zijn het wel eens op een heleboel dingen. Over Emmen. We hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat er een onderzoek moet komen naar de effecten als je de spoorlijn van Emmen doortrekt naar... we krijgen eerst Veendam, krijgen we dan. En dan verder naar Groningen. Op termijn. Dit is ook iets voor op termijn. Ik denk dat het goed is om in kaart te brengen of dat effecten heeft op forensen. Mensen die hier wonen en in Groningen werken bijvoorbeeld. Of studenten die hier wonen, de kinderen naar school gaan. Misschien straks wel andersom, want er is een sprake van dat er wat universitaire delen hier deze kant op komen. Dus dat zou ook heel mooi zijn als we dat voor elkaar krijgen. Maar als je nu, als je het hebt over verbreding om mensen ook naar Groningen te krijgen enzovoort. Je hebt natuurlijk ook de grens. Heel veel mensen vanuit de gemeente Emmen gaan ook richting Duitsland. De wegverbinding is super. Ja. Openbaar vervoer gaat volgens mij. Maar dan houdt het op. Wordt daar ook aan gewerkt? Het mooie is als je bij die spoorlijn die doortrekt, dat je bij Veendam, daar gaat spoor ook de grens over. Hè? Als je dat ook meeneemt in het verhaal. Dan heb je ook gelijk een verbinding naar Duitsland toe. Maar we moeten ook reëel zijn als het gaat om de beschikbare gelden. Nee, natuurlijk. Het geld klotst niet tegen de plinten op meer. Dat is geweest. Dus je moet keuzes maken. Dus wat dat betreft gaat het om het in stand houden van de dingen die we nu hebben. En verbeteren waar ook behoefte aan is. En ik denk dat dat vooral ontzettend belangrijk is voor de komende 4 jaar.
dat je met elkaar de goede keuzes maakt. Dus iedereen kan van alles willen. En dat is ook heel erg goed, want je moet ambitie hebben. Maar tegelijkertijd moet je concluderen met elkaar dat je ook met de beschikbare middelen keuzes moet maken. En dan is OV ontzettend belangrijk en zijn de wegen goed faciliteren voor bereikbaarheid, voor economische ontwikkeling, wat ons betreft een pre. Ja, maar helemaal mee eens. Maar ik heb ook gezegd dat het op termijn is. Hè? Maar daar moet je nu wel in kaart gaan brengen van wat voor effecten zijn. Want het kan natuurlijk zijn dat uit zo'n onderzoek komt dat het hele goede effecten heeft. Dan, voor de leefbaarheid van deze regio kan het heel erg belangrijk zijn. Dan kan dat een argument zijn om er wel gelden voor vrij te maken. En dan moet je dat ergens anders gaan weghalen, dat snap ik ook. Om het fijnmaziger te maken. Ja. Dus je houdt het OV wat er nu is en zorgt dat het fijnmaziger wordt. En dat kan natuurlijk met allerlei initiatieven vanuit de samenleving. Tuurlijk. Dus je kunt kijken naar combinaties van WMO-vervoer, van bussen die rijden. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zijn we het alweer eens? Nou, dat is een mooi punt om te gaan af te ronden, lijkt mij. Ik wil u alle vier danken voor de bijdrage aan deze stelling. Dan gaan we naar Jorien. Ja, en naar ons tweede thema. Ons tweede thema is natuur en milieu. En dan richt ik me even tot het publiek hier, want ik heb namelijk een vraag voor u. Kent u het Drentse volkslied uit uw hoofd? Ja, ik zie een paar mensen hier positief klikken. Nou, ik zal de mensen die het niet weten even op weg helpen. De eerste regels van het Drentse volkslied is namelijk, en daarvoor ga ik even spieken. Ik heb u lief, mijn heerlijk landje. Ik hoor hem hier inderdaad in mijn linkeroor. Mijn enig Drenteland. Ik min de eenvoud in uw schoonheid. Ik heb u mijn hart verpand. Maar die eenvoud in het Drentse landschap, moeten we die behouden hoe hij is? Of moeten we die natuurgebieden die we rijk zijn willen verbeteren? En moeten we hier een ruimte bieden aan wilde dieren? Of juist aan boeren en bedrijven? En hoe belangrijk is dat natuurbehoud eigenlijk? Gaat dat ten koste van alles? Daarover gaan we discussiëren in het tweede thema. Marianne verwelkomt Klaas Kuipers van GroenLinks. Marianne van der Tol van D66. Henk Jumelet van het CDA die blijft staan. En Amy Nijbuur van der Ham van Sterk Lokaal mag ook blijven staan. Om te discussiëren over de volgende stelling. Natuurbehoud staat voorop, tenzij dit ten koste gaat van economische belangen. Ja, even een grapje aan tafel, want mevrouw van Nijbuur zag er in één keer heel anders uit, inderdaad. Niebuyer, ja, het blijft even Niebuyer. Maar de stelling, natuurbehoud staat voorop tenzij het ten koste gaat van economische belangen. Heeft u vast wel een mening over? Ja, daar hebben wij zeker wel een opvatting over. De natuur is voor Drenthe, het is eigenlijk het Drentse goud. Dus daar moet je heel erg zuinig mee omgaan. En dat kan heel goed in balans samen met de economie. Het hoeft elkaar niet te bijten, het kan elkaar juist versterken. Dus je mag niet de natuur ten koste laten gaan van de economie, zeg maar. Wat ik wel heel verbazingwekkend vond van de stukken, dat is u omarmt de wilde zwijnen, dacht ik. Hè? Die zijn van harte welkom. Alleen die steenmarters, die daar houden niet van. Nee, nou, het is toch ook een dier, denk ik dan? Ja, dat is ook een dier. En daar zijn ook regels voor. Het is een beschermdier, de steenmarten. Maar er zijn, daar is heel erg veel overlast van. En wij hebben gezegd, als er nou overlast is van de steenmarters, dan moet het zo kunnen zijn dat mensen in de dorpen waar zoveel overlast is, de gemeenten daarvan wat meer ruimte krijgen van de provincie om die steenmarters aan te pakken. En die wilde zwijnen, die zijn er nog niet. Of eigenlijk zijn ze er wel, heb ik gehoord van de boswachters hier. Maar ze worden nu nog afgeschoten. En wij als D66 hebben gezegd, laat ze maar komen. Net als damherten en een ander groot wild mag komen. Maar je moet wel heel goed gaan regelen, als er schade is, dat die schade ook vergoed wordt. Duidelijk punt. Maar meneer Kuipers van GroenLinks, wat vindt u daarvan? Nou, in grote lijnen delen wij de mening die D66 heeft. En wat heel belangrijk is, dat je eigenlijk moet weten dat toerisme, vooral in Drenthe gebaseerd op de natuur, de tweede werkgever is. Dus het is van economisch belang voor onze provincie dat we juist dat natuurgedeelte koesteren. Want de toeristen die naar Drenthe komen, die zorgen voor werkgelegenheid, die zorgen voor inkomen, die zorgen voor welvaart in deze provincie, die komen voor die natuur. Dus het is een hele gekke stelling als je zou zeggen, we gaan de natuur opofferen voor economische ontwikkeling. Want op het moment dat je de natuur opoffert, offer je je tweede werkgelegenheid op. Duidelijk. Maar die steenmarten? Ja, dat blijven rotbeesten. Ja, kijk, in die zin, mevrouw van der Tol gaf wel aan van het groot wild en ook de wilde zwijnen, ook GroenLinks is van mening dat ze kunnen komen. Maar
wij hebben natuurlijk inmiddels in Nederland en ook in Drenthe een gecultiveerde cultuur. Dat wil zeggen dat alles wat wij hier in het land hebben, is gecreëerd. Nou, en binnen dat kader is het wel zo dat als er op een gegeven moment overlast komt, dan zul je wel moeten reguleren. Maar we zijn ooit op werkbezoek geweest op de Veluwe. En daar zei een restauranthouder, ja, er worden veel meer zwijnen geboren dan dat we ze hier kunnen hebben. Dus ze staan bij mij op de kaart. Nou, opgelost. Ja. Circle of life, zeg maar. Ja. Ja. Natuurbeheer, moeten we dat voor de boeren natuurlijk, dat staat ook een hot item. Hoe staat het daarmee? Moeten de boeren de vrije hand geven of... Meneer Joulet? Nou, je moet in ieder geval zorgen dat er, en daar ben ik het met mevrouw Van der Tol eens, als het gaat om de balans tussen natuur en zeg maar het bedrijfsleven, economische ontwikkelingen, daar zul je een goede balans in moeten vinden. Als het gaat om wat boeren ook kunnen doen, want het is natuurlijk wel zo ook dat heel veel mensen in de recreatiesector werkzaam zijn, maar ook heel veel mensen werken ook nog steeds in de agrarische sector. 10% van onze inwoners is in ieder geval op een of andere manier met die sector verbonden. Is het ook goed dat de boeren ook worden ingezet voor natuurbeheer. Dus in die zin, die tegenstelling die vaak wordt gecreëerd tussen enerzijds natuur en economische ontwikkeling, ik denk dat het een verkeerde is. Je zult ook zeker met elkaar moeten zien hoe ga je met Drenthe om en met het platteland van Drenthe om. En boeren kunnen er ook wel degelijk een goede rol in spelen om het te onderhouden. En dat willen ze ook graag, dus ik denk dat je elkaar er heel snel in kunt vinden. Maar het gaat natuurlijk wel om de wijze waarop de boeren daarin stappen. Kijk, als jij je koeien het hele jaar op stal houdt, dan heeft het geen toegevoegde waarde op het moment dat de toerist hier langs rijdt en koeien en schapen en geiten in de wei wil zien. Ja, maar als het gaat om onderhoud, hè, want dat was de vraag, dan is het wel degelijk zo dat ook boeren een rol kunnen hebben bij het natuuronderhoud. En dat kunnen anderen doen, dat kunnen wij met elkaar doen, maar zeker ook de agrarische sector. Ja. Creëer je dan ook nieuwe natuurgebieden? Of gaan de boeren dat, mogen de boeren heel veel inperken? Meer erbij bij hun nemen, zeg maar? Of ga je die natuurgebieden wat meer vrijheid geven? Dat mag de natuur zijn gang gaan in Nederland? Nou ja, kijk, wat verstaan we onder natuur? Dat is al een belangrijke vraag. Hè? Is het een ecologische hoofdstructuur? Is het een gebied wat aangewezen is? Is het Bargeveen bijvoorbeeld hier heel dichtbij? Dat is natuurlijk best een lastig gebied. Daar ga je niet zomaar even met trekkers zo heen. Als het gaat om, ga jij daar eens even wat maaien. Maar als het gaat om de natuur en als het gaat om agrarische ontwikkeling, dan gaat het natuurlijk zeker om dat boeren ook er belang bij hebben dat er een mooi stuk natuur om hun land is. Dat er ook op hun land van alles gebeurt, ook wat betreft flora en fauna. Dus in die zin is het van belang voor ons allemaal dat Drenthe mooi blijft. Ja, mag ik daar misschien even op aanvullen? Ja. Wij hebben gewoon gezegd, er is heel veel natuur op dit moment in Drenthe. Daar zijn nog allerlei ontwikkelingen in. En voor D66 is het belangrijk dat die ontwikkelingen eerst allemaal goed uitgevoerd gaan worden. Niet meer natuur erbij creëren nu, maar eerst zorgen dat wat we hebben, dat goed hier in Drenthe zijn beslag krijgt. Bijvoorbeeld die wilde dieren hier. Eerst maar eens kijken hoe dat gaat. Hè? Want er komt, de zwijnen komen er nog niet, maar de damherten bijvoorbeeld wel. Nou, dan moet je eerst gaan kijken. We hebben nu al heel veel natuur. We zitten met de EAS en de Natura 2000. We hebben dat hele netwerk goed uitvoeren. Dat helemaal sterk maken. Je wil dus beesten er een beetje in manoeuvreren. En dan ga je later misschien nog eens kijken. Moet er meer komen of wat dan ook. Hoe denkt de sterk lokale partij daarover? Ja, het is wel jammer dat mevrouw Van der Tol me net voor was. Volgens mij was het mijn beurt. Kiezingstijd, hè? Nou, komt goed. Nee, wij vinden dat je de natuur die er nu is, samen met de agrarische sector, dat mooi in balans is. En je moet zorgen dat je de natuur gewoon behoudt, wat er nu is. En dan niet extra geld steken in nieuw aankopen, maar juist geld steken in het onderhoud ervan. En zorgen dat het toegankelijk blijft. En dan de balans tussen agrarisch en natuur behouden. Maar waarom zou je niet uitbreiden? Waarom zou je niet aankopen als zich de situatie voordoet dat je als provincie Drenthe stukken kunt verwerven? Om welke reden dan ook, om daarmee het geheel compleet te maken. Omdat je daarmee ook weer extra geld nodig hebt om dat stuk weer te onderhouden. En zorg dan dat wat je hebt. Ja, maar goed. Zorg dat wat je hebt, dat wil je goed houden voor toerisme. Dat zegt u zelf. Ja, dat is een belangrijk stuk. Dan moet je zorgen dat je dat goed kunt onderhouden. En als we zo meteen met z'n allen moeten gaan kijken waar het geld vandaan komt en je gaat extra aankopen, dan moet je dus ook weer extra financieren om te onderhouden. Nee, maar de heer Jumelet die geeft zelf al aan van juist ook de agrariërs die we hebben, die kunnen we inzetten. En dat onderschrijf ik. Ja, maar ik bedoel, dat is dus niet extra aankopen. Dat is inzetten van agrariërs, bijvoorbeeld in het onderhouden van randen van akkers of het inzaaien met bepaalde planten voor onderhoud van natuur. Dat is een andere manier dan aankopen. Maar je kunt wel zeggen, als je bijvoorbeeld natuur nodig hebt voor waterberging, dat is wat anders.
dat je daar dan natuur voor moet aankopen, dat is prima, maar dat heeft een andere functie. Ja, nee, maar ik woon bijvoorbeeld in het noorden van de provincie en op de randen van het Zuid-Ladermeer heb je de Onderpolder. Nou, dat is inmiddels een van de grootste wetlands die we hier in Drenthe hebben, die helemaal door de landbouwers wordt beheerd. Maar het is misschien wel het mooiste stukje natuurgebied wat wij in Drenthe, schuine streep, Groningen op de grens hebben. Kijk, en op het moment dat zich dan weer voordoet dat een landbouwer een stuk grond weer wil verkopen, wat je daaraan kunt toevoegen, dan ga je het helemaal robuust maken. En dat hebben we hier in Zuid-Drenthe natuurlijk ook. Gaan we richting Zwarte Meer, Klazienerveen. Als zich de situatie voordoet. We hebben het gehad bij Westerbork, Dwingelo, Goudplevier, jaren geleden. Nou, Toch ben ik het wel met mijn broer eens als het gaat om wel even een passende plaats maken. Er is in de afgelopen jaren heel veel gebeurd. Er staan nog dingen te gebeuren. Dus ik denk dat er nog heel veel ook moet worden gerealiseerd. Hier in Nieuw-Schonebeek is het zo bij het Bargeveen dat er een buffer is. Daar moet ook nog onderhandeld worden met boeren. Er moet nog uitgeplaatst worden. Er moet nog een oplossing voor worden gevonden. Dus ik denk dat we wel wat terughoudender mogen zijn dan de afgelopen jaren als het gaat om aankoop van nieuwe natuurgebieden. Maar het zal zeker, als het voorbij komt, dan zul je er ook over moeten spreken met elkaar. Maar we moeten niet zeggen dat Drenthe alleen maar natuur moet zijn om vervolgens te zeggen, ja, we hebben wel hier te maken met een hoge werkloosheid. Nee, er is bijvoorbeeld ook het stuk van de Hunze. Daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig, hè, om dat van Valthe tot aan de Waddenzee weer te herstellen. Nou, er zijn nog stukjes die missen. Maar dat heeft meerderlei functies, want dat heeft ook een functie als bijvoorbeeld waterberging. Dus dan is dat nog weer wat anders. Nee, maar daar heeft u gelijk. En kijk, ik bedoel er ook niet mee te zeggen van als we weer 1000 hectare zouden kunnen aanschaffen. Maar als zich de kans voordoet om dat, wat het goud van Drenthe is, te vervolmaken, moet je het niet nalaten. En ik heb liever dat we het als natuurgebied verwerven en inrichten, en met welke functie dan ook, dan dat wij zien dat de schaalgrootte van het landbouwbedrijf zo groot wordt met een andere functie, met megastallen, met extra, et cetera. Daar kiezen wij als GroenLinks niet voor. Omdat we nogmaals zeggen, juist die natuur, dat is de, ja, het appeltje van deze provincie. En dat moeten we koesteren. Het goudappeltje. Het goudappeltje, oké. Ja. Het goudappeltje dus. Dus de eenvoud van het Drentse platteland, laat ik het zo zeggen, moet eigenlijk eerst goed behouden worden van een aantal partijen voordat we gaan uitbreiden. Maar we moeten niet uit oog verliezen dat we kunnen gaan uitbreiden. Dat de mogelijkheden moeten openstaan. Daar komt het eigenlijk op neer, ja, begrijp ik. Maar dus ook voor bedrijven. Want laten we wel wezen, we kunnen prachtig met elkaar vinden dat we een mooie provincie hebben. Dat ben ik van harte eens. Het CDA vindt dat ook, het goudappeltje. Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat we een hoge werkloosheid hier hebben. En dat je met elkaar moet investeren om ook mensen aan het werk te kunnen helpen. Dus het is wel een keuze die soms heel lastig is, maar hou vooral de balans goed in de gaten. En wat dat betreft denk ik dat we met elkaar ook die discussies op die manier erover moeten voeren. Maar het een sluit het allemaal niet uit. Nee, en nogmaals, ik begon te zeggen van het toerisme, dus de natuur dat wat we hebben, dat is de tweede werkgever na landbouw. Ja. Dus die twee samen, dat zijn de grote dragers van onze Drentse economie. Precies. Nou, als je die goed aan elkaar koppelt en het een versterkt het ander, dan hebben we een hele sterke werkgelegenheid. En natuurlijk in de landbouw minder FTE's dan in het toerisme. Maar nogmaals, als het een het ander versterkt, dan heb je er allebei dus profijt van. En uiteindelijk deze provincie ook. Maar de landbouw willen we ook behouden. Want de komende jaren komt er natuurlijk toch al veel leegstand wat er te voorzien is. Dus je wilt zeker dat die agrariërs en de landbouw, dat je dat ook behoudt en ook daarvoor goed zorgt. Ja, nee, zonder meer. En voedselzekerheid. Ik bedoel, dat wordt vaak vergeten. Maar de landbouwers zorgen nog steeds voor ons voedsel. En die voedselzekerheid hebben we in Nederland echt nodig. Ook voor de komende jaren. Want het wordt wel eens vergeten dat alles geïmporteerd kan worden. Maar we zien dat de wereld onrustig is. En we hebben belang bij voedselzekerheid ook voor Nederland. Maar zeker ook in Drenthe. Laten we daarbij afronden. Een leuk punt, lijkt mij. We gaan naar Jorien. En naar een nieuw thema, leefbaarheid en platteland. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de sociale voorzieningen en de woningbouw op het platteland van Drenthe onder druk staan. Dit zou volgens het onderzoek komen door het toenemende aantal 65-plussers in deze gebieden. Maar een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat het platteland door de achteruitgang van sociale voorzieningen nog verder leegloopt.
We zijn erg benieuwd hoe Willem van Hartskamp van de SGP, B. Hoeksema van SBN, Art van Natuuk van de PvdA en Henk Brink van de VVD hierover denken. We gaan discussiëren over de stelling: dorpen moeten koste wat kost aantrekkelijk blijven. Heren, wanneer is een dorp voldoende leefbaar, vraag ik mij dan af, meneer Hartskamp. Nou, ik vind onze vraag... Volgens mij mocht ik reageren. Dan ga jij mee. Van Hartskamp. Hartskamp, ja. Ja, daar ben ik. Ja. Sorry. Wanneer is een dorp voldoende leefbaar? Dat is de vraag hoe u dat gedefinieerd ziet. Bedoelt u dan met name voor ouderen of alleen voor jongeren of een mix daarvan? Ik denk dat een dorp echt leefbaar is als er voldoende sociale en ook culturele voorzieningen zijn. Verantwoorde voorzieningen wat ons betreft. Bijvoorbeeld een bibliotheek of als die er niet kan zijn, bibliotheekprojecten. Bijvoorbeeld de plaatselijke bibliotheek aan huis bij particulieren. Ik denk dat er een minimaal ook een supermarkt moet zijn. En dat de lokale winkels ook de zeggingskracht hebben en blijven houden in de dorpen. En dat er zowel voor jong als voor oud goede voorzieningen zijn. En met goede voorzieningen, wat bedoelt u dan nog meer? Want dat is natuurlijk ruim begrip. Sociale voorzieningen. Er moet echt een multifunctioneel centrum zijn. Mensen jong en oud moeten elkaar kunnen ontmoeten in zo'n multifunctioneel centrum of een buurthuis. Er moeten activiteiten zijn voor jongeren. Dat ze niet gaan hangen in de dorpen en overlast veroorzaken. Maar dat ze een plaats hebben waar ze terecht kunnen. En waar ze vrije tijd ook kunnen doorbrengen met elkaar. Meneer Hoeksema? Nou, sommige punten kunnen we wel heel goed onderschrijven. Vooral die multifunctionele accommodaties. Kijk, ik woon zelf op een klein dorp. De school bestaat er nog. Er is nog een dorpshuis. Ook dat staat er tegenwoordig onder druk. Maar ook de voorzieningen. Dat mensen met openbaar vervoer ergens naartoe kunnen. We hebben het hier vanavond gehad over ouderen. Ouderen die nauwelijks meer van hun dorpen afkomen. Daar zou je aan een goede voorziening van moeten treffen. Onder andere het openbaar vervoer. De bibliotheek, als die in het dorp is, zou je moeten kunnen houden. Want ik heb het net ook al gehoord, een bibliotheek is ook een fysieke ontmoetingsplaats waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je met elkaar in contact kunt komen. Heel belangrijk is bijvoorbeeld ook de voorzieningen in de eerste lijns gezondheidszorg. Hier in Drenthe, met name in Zuidoost-Drenthe, zit je op het probleem dat er heel weinig huisartsen zijn. Creëer nou daar een goede voorziening voor. En ik zie collega Ad ook al knikken, want ik heb begrepen dat ook de Partij van de Arbeid daarvoor is. Dat je dus een goed economisch perspectief hebt voor de huisartsen. Maar dat je ook in ieder geval een ruimte voor ze hebt waar ze met een wijkverpleegkundige, met andere zorginstanties, ook het omgevingsgebied kunnen exploiteren. En dan bedoel ik het dus in de goede zin van het woord. En daarmee hou je ook een dorp leefbaar. Want als een school verdwijnt en ook een snackbar en een bibliotheek, dan heb je een dood dorp. En dat moet je echt voorkomen. En hoe krijgen die huisartsen hier naartoe dan, meneer Van der Tuuk? Nou, wat we een tijd geleden geprobeerd hebben, is dat door met een landelijke campagne te doen. Dat heeft 3 huisartsen opgeleverd. Maar voor heel Drenthe of alleen voor de gemeente Emmen? Alleen voor de gemeente Emmen. Gemeente Emmen, oké. Maar dat is niet genoeg. Want we moeten weten met elkaar dat in de komende periode in dit gebied misschien wel 15 huisartsen met pensioen gaan. Dat is een ongelooflijke hoeveelheid patiënten. En ik heb in overleg, want dat doe ik vanuit mijn portefeuille met het veld, dus met huisartsen, maar ook met ziekenhuizen gezegd, wij moeten daar echt een soort taskforce op zetten en we moeten onorthodox durven denken. En dat betekent misschien wel dat we de portemonnee moeten trekken om zelfs praktijken gewoon beschikbaar te stellen voor jonge huisartsen. Maar op die wijze moeten we echt zorgen dat huisartsenzorg beschikbaar blijft, ook in deze regio. Daar ook iets op reageren. Ja. Ik vind het heel fijn dat u dat ook zo aangeeft. Maar begrijp ik daar ook uit dat u zegt van ook de regelgeving ten aanzien van die voorzieningen, die zou wat, laat ik het tussen aanhalingstekens zeggen, wat losser kunnen zijn, waardoor je, want juist in de gezondheidszorg heb je veel marktwerking, veel winstenbejag. Je zou eigenlijk dat een beetje meer los kunnen laten. En eigenlijk ook in de provincie gebieden kunnen creëren. Ja, waar je een beetje kunt experimenteren, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen. Is dat een mogelijkheid? Gaat dat niet ten koste van de zorg? Nee, juist niet. Want creativiteit, dat kan ook juist kostenbesparend zijn. Maar u heeft het ook over loslaten van de regels? Of de regels iets losser laten? Ja, ik zou dat best wel eens willen. Het zorgbelang in Drenthe, een hele goede stichting, die geeft dat ook een beetje aan. Die zegt ook, laat Drenthe een beetje een zorgprovincie zijn. Laat het een voorbeeld zijn dat je uit kunt rollen over Nederland. Omdat je hier heel veel zorg hebt in deze provincie. En dat hebben we het nog niet eens gehad, denk ik, over de domotica, zeg maar, de hulpmiddelen voor de ouderen. Heel belangrijk. Misschien komen we daar nog wel over te spreken. Het lijkt erop dat we nu eigenlijk meer een zorgdebatje met elkaar voeren. Nou, dat is ook niet dan dat we, en dat is ook heel goed hoor, dat is nuttig. Maar ik ben ook wel benieuwd,
van, ook bij de, naar de VVD toe, van hoe denken zij er dan over om die leefbaarheid in de dorpen te behouden? En dat we het proberen los te koppelen nu even van alleen de zorg. Meneer Brink? Ja, ik vind het mooi dat u het vraagt. Want kijk, we zijn het er op zich allemaal over eens dat we graag de bibliotheek, de sportvoorziening, het dorpshuis. Daar kunnen we verschillende zaken aan doen, maar heel veel zaken gaan we als provincie niet over. Ja. Dus wij vliegen net als VVD ook wat anders aan, dat we zeggen, wil je dorpen leefbaar houden? Ik denk dat heel veel dorpen te vaak en te lang op slot zijn geweest, dat er niet meer gebouwd mag worden voor de jeugd die wel graag in het dorp wil blijven. We hebben als VVD gezegd, zorg dat er breedband komt in het buitengebied en ook in de kleinere dorpen. Dat ouders met kinderen, maar ook dat je zegt dat er bedrijfjes komen. Dus het gaat ook juist om die leefbaarheid vanuit de andere kant, vanuit die economische kant. Dat boerderijen niet leeg komen, dat de jeugd weer in het dorp kan wonen. Dat er dus ook weer kinderen zijn. En natuurlijk moet je dan zorgen voor een dokter. En natuurlijk kun je kijken of je dat kunt faciliteren. Maar over de zorg gaan we niet. Over de ruimtelijke ordening ga je wel. En daar wil de VVD meer ruimte in, zodat ook in kleine dorpen weer die leefbaarheid in stand kan komen. En breedband is daar voor ons een van de allerbelangrijkste dingen in de toekomst in. Dat je daar dus aandacht aan geeft. En dan vlieg je dus vanuit de economische kant aan. Maar het leidt ertoe dat er weer meer leefbaarheid komt. Nou ja, kijk, heel belangrijk is ook, u heeft het over de rol van de provincie. En dat zal vanavond ook nog wel aan de orde komen. Maar heel belangrijk is dat de provincie kan, u zei het ook even, kan faciliteren. Dus kan ondersteunen. En dat is met name in Drenthe zo belangrijk. Daar waar de provincie eigenlijk op tegenwoordig op afstand staat, zou je de provincie veel meer stimulerend als aanjager kunnen functioneren. Maar de VVD is ook voor een wat een kleinere overheid. Je gaat erover of je gaat er niet over. Die zorgtaken zijn aan de gemeente. Gemeenten zijn groot, staan dicht bij de burger. Ja. Dus laat ook de gemeente daar een bepaalde vrijheid in. Wij zijn ook van een overheid dat je moet kunnen durven loslaten. Maar we zijn nog veel te vast in dingen waar we wel over gaan, en dat is die ruimtelijke ordening. Ja, nou kijk, dat ben ik dus dat ben ik niet met u eens. Ten aanzien van de gemeente. De gemeente heeft het druk genoeg met de decentralisatie van die taken. En die stikken onderbiedig gezegd in het werk. Juist daarvoor kan de provincie met haar capaciteit. Ik zeg altijd, de provincie kan een heel goed intermediair zijn tussen de gemeente en tussen de Rijksoverheid, waardoor ze juist kunnen aanjagen, kunnen ondersteunen, kunnen stimuleren. Er dient een goede wisselwerking inderdaad te zijn tussen de provincie en de gemeentes, die dat met name dat beleid zullen moeten uitvoeren. En laat die wisselwerking er ook echt zijn. En laten we woorden nu ook eens gaan omzetten in daden. Volgens mij de daden hebben wij de afgelopen tijd juist op dit vlak heel erg getoond met elkaar. Volgens mij leven we in een tijdsgevricht waar we met elkaar voelen dat het gaat om de mens. Ja. Het gaat om de gemeenschap. En wat wij als provincie moeten doen, en dat hebben we gedaan in Drenthe, is zeggen, niet alles is onze taak, maar wel onze zorg wellicht. En die zorg die moeten we inderdaad oppakken. We hebben ons bemoeid, ook al is het niet onze taak, met goed onderwijs voor kinderen. We hebben ons bemoeid met inderdaad de zorgvoorziening in Drenthe. En ik denk ook dat we de komende periode dat met elkaar vast moeten houden. We kunnen het verschil maken met gemeentes in dit gebied. We hebben ook nog, ook al zijn we geen rijke provincie, fondsen als een vitaal platteland waar miljoenen en miljoenen in zitten. Precies. En als we daarin bereid zijn om de mens centraal te staan en samen met gemeentes optrekken, kunnen we in het voorzieningsniveau juist het verschil maken in deze provincie met elkaar. Maar faciliteren zijn wij voor. Niet op de stoel gaan zitten, maar wel de ruimte geven dat de mens zich kan ontwikkelen. Dat er ruimte komen dat mensen weer in de dorpen willen wonen. En ik zeg het ook maar even, er is vanavond iets over vervoer gezegd. Maar als een school dan verdwijnt, of als een sportclub het niet meer redt, zorg dan ook dat er veilige fietsroutes zijn en dat er vervoer is, zodat ze ook naar de andere dorpen kunnen. Dus het vergt een heel breed scala aan maatregelen waar je als provincie wel over gaat. En je kunt soms ook faciliteren. Daar ben ik het mee eens. Maar hoe zou het vervoer daar een ander naastgelegen dorp er dan uit moeten zien? Nou ja, ik weet in de gemeente waar ik wegkom dat scholen verdwijnen. Er zijn een aantal scholen gedropt. Maar dan moeten kinderen naar een lagere school, moeten kinderen naar een ander dorp. We zetten ook in op die brede school, ook een goede ontwikkeling. Mm-hmm. Maar daar was geen fietspad. Maar zorg dan wel dat kinderen niet over de rijbaan hoeven te fietsen, maar over een veilig fietspad naar die school kunnen komen. Dan denk ik, dan moet je wel daar naar kijken. En dan vergt dat een andere bereikbaarheid dan dat alles in jouw eigen dorp nog plaatsvindt. En dat kan bij sport zijn. Dus dan zie je andere mobiliteit. Dus daar moet je dan ook de ruimte voor geven. Kijk, we hebben het hier vanavond ook gehad in het vorige debat over het vervoer per rails, per spoor. Ja. Ik vind het een heel belangrijk gegeven dat we dus bijvoorbeeld gaan onderzoeken de verbinding tussen Emmen en Veendam. Het heeft ook te maken met krimp in de regio. Heel veel mensen, met name ouderen, hebben problemen met het vervoer. Je zou daardoor dus ook een hele goede verbinding kunnen hebben met het achterland, met Groningen, met Duitsland, met Denemarken. Dus wat dat betreft, hebben we in ons programma staan dat wij ook vinden dat daar in ieder geval een onderzoek naar moet komen. En ik ben zo blij dat ik dit hoor, want anderhalf jaar geleden ben ik daar eens mee begonnen. Ja.
toen ik hoorde dat Groningen gaat uitbreiden, Veendam naar Stadskanaal. Ja, dat klopt. Dat scheelt alweer in het onderzoek. Dat klopt, dat hebben we al. En vervolgens dacht ik, hé, dan hoeven we nog maar een klein stukje te doen. Weet wel met elkaar, dat kost ontzettend veel geld. Maar dat we, ik zou bijna zeggen, van ik als alleen roepend in de woestijn gekomen zijn, dat bijna alle verkiezingsprogramma's dit nu inderdaad vermelden, is grote winst. Het is niet gezegd dat het kan, maar het is wel gezegd dat we inderdaad de mogelijkheden moeten kijken hoe we Emmen kunnen verbinden, heel goed. Maar is dat ook redabel naar... Ja, dat moet inderdaad zo'n onderzoek uitwijzen. Maar durf zo te denken, durf in die verbindingen te denken. Het is nog maar de vraag of het dus kan. En het kost heel veel geld, waar de heer Van der Turk aangeeft. En het is nu, we hebben de beste buslijn van Emmen is naar Groningen. Waar je dus heel vaak per uur met heel comfortabel naar Groningen kunt. Nou, dit zou er een concurrent voor zijn. Het moet nog maar blijken of het kan. Want er is niks mis mee om als provincie. Het is een groot project, zal veel geld kosten. Maar laten we het met elkaar gewoon eens onderzoeken. Of dat, want dan kun je inderdaad, werd net over grensoverschrijdend. Maar je kunt dan van Groningen naar Koevorden en straks misschien wel de grens. Ja, over, want de Bentheimer wil straks en durf ook te denken hoe het voor onze kinderen en kindskinderen moet gaan uitzien. En niet alleen op korte termijn. Lange termijn. Zo moet je daarnaar kijken. Kijk, ik vind wat de heer Van Toek zegt ook heel terecht. Hij heeft het ook aangesneden, dat heb ik ook gezien. Maar als je echt kijkt waar de echte eer ligt. Ik weet uit de periode van 1990. En dat moet ik dan toch even rechtzetten. Was met name D66 hier in Emmen. Ik moest ze dan op de credits geven. Die dat in een verkiezingsprogramma laat staan. Ik kon nog geen applaus. Nee, maar dat komt wel. Maar goed, na zoveel jaar is dan toch de PvdA die het weer aansnijdt. Nou, ik vind het een voortreffelijke gegeven. En wij kunnen dat van ganser harte ondersteunen. Omdat je daarmee ook het platteland, we hebben het al vaker gezegd, vitaal houdt. En het voorkomt ook, en we hebben het ook over het verkeer gehad. Als je die spoorlijn hebt, dan heb je niet meer die druk op die N4, op die N33, op die A28. Want je moet geen transferium aanleggen, daarbij de punt in Haren. Prachtig natuurgebied. We hebben het over waterkwaliteit, waterschapverkiezingen. In vredesnaam, zet daar geen transferium neer. Hou dat gewoon open. Het is een van de mooiste gebieden van West-Europa. We hebben het trouwens het afgelopen maandag zelf mogen zien. Daar moeten we hartstikke trots op zijn. Ik denk dat we één ding in ieder geval al met elkaar eens zijn. Dat hier aan tafel gedacht wordt in kansen en in mogelijkheden. En we moeten het positieve met Drenthe voor hebben en voor blijven houden. Heel goed. Maar ook wel realistisch, absoluut. En er zal altijd wat dat betreft gedegen onderzoek moeten gebeuren, wil je bepaalde zaken uiteindelijk gaan uitvoeren. Ja, zorg heeft in ieder geval de aandacht, begrijp ik. Scholen heeft de aandacht. Absoluut. Absoluut. En verkeer dus ook, want zonder dat komt er natuurlijk ook geen leefbaarheid. En dan komen er mensen in isolement, lijkt me dan. Ja, inderdaad. Maar zorg ook vooral dus dat die voorzieningen er zijn, zoals breedband. Dat kinderen, jongeren weer in hun eigen dorp kunnen wonen. Dat er woningbouw plaatsvindt, dat je weer bedrijfjes komen. Want ook die economische ontwikkeling rondom zo'n dorp krijgt dan ook weer een kans. En dat geeft ook weer een boost. En laten we dan inderdaad ook daarin denken, in kansen en niet in bedreigingen. We zijn behoorlijk eensgezind en ik heb het idee dat we al aardig op weg zijn naar een nieuwe coalitie. Nou, er was dat sneeuwde een beetje onder, maar er was één zaak die u volgens mij aanroerde. Dat zijn die dorpshuizen. En ik denk echt dat het van belang is dat we daar heel goed naar gaan kijken. Dorpshuizen, een centraal punt in de gemeenschap. En ik denk dat we met elkaar moeten zorgen dat die niet alleen goed ook digitaal ontsloten zijn. Maar dat we ook moeten kijken hoe we bijvoorbeeld ook zorgtaken, maar ook bijvoorbeeld plekken voor ZZP'ers daar kunnen creëren. Het is de kern van vaak een gemeenschap. En laten we ook kijken als provinciale overheid wat we daar met elkaar in kunnen betekenen. Ik stel mij zo voor een dorpshuis plus in dat verband. Dat kan echt het verschil maken in het behoud van een gemeenschap. Ja, nou, absoluut. Daar wil ik op reageren. Ik vind dat een voortreffelijk idee. Wij kunnen dat ook alleen maar van harte ondersteunen. Omdat je, als dat ook nog eens een keer weggaat uit een dorp, een dorpshuis. En hoewel het staat steeds meer onder druk door de financiën. Dan gaat een dorp, loopt gewoon leeg. Het is het hart van het dorp. Dus ik denk dat we met ons allen, ook de hele politiek, zich daar sterk voor moeten maken. En dat we ook eens een keer af moeten van het adagium. Dat je zegt van, waar is gelijk het geld? Als je met elkaar erover eens bent, dat je dat een goed standpunt vindt, dan kom je ook op het standpunt waar het geld vandaan komt. Ik heb net iets gezegd over een brede school, daar zijn we voor. Ja. Als je een centrum maakt waar de gezondheidszorg, waar een aantal andere taken allemaal in geconcentreerd worden, daar zijn wij voor. Alleen ik denk ook dat je in de verkiezingen eerlijk moet zijn. Ieder dorp een dorpshuis. Ik hoop het. Er is in het verleden ook veel gebeurd, maar we zien dat heel veel dorpshuizen het heel moeilijk hebben. Dus je zult een discussie moeten voeren. Waar kan het wel en waar kan het niet? En dan moet je als politiek kijken. En wil je dat faciliteren? Maar ik vind wel als provincie, want wij streven ook naar een kleine overheid. Je gaat erover of niet. Veel taken zijn van de gemeente. Wil niet zeggen dat je met zo'n pot als Vitaal Platteland, waar ook over gesproken wordt, kun je een aantal zaken eventueel faciliteren. Maar pas op dat wij ons niet weer overal mee gaan bemoeien. De VVD zit juist op het loslaten en geeft de gemeentes de ruimte. Maar je kunt ze wel faciliteren.
Ik wou het hierbij laten, want we hebben ook filmpjes gemaakt. En over dit onderwerp is dus ook een filmpje. Waarvan ik straks graag een korte reactie wil van u. Een filmpje. Goedemiddag, heren politici. Wat ik graag van jullie wil weten, is hoe jullie de krimp in Drenthe tegen willen gaan. Hoe houden we hoogopgeleide jongeren, hoe houden we überhaupt jongeren in Drenthe? Hoe geven we de kans om werk te zoeken en een mooie toekomst op te bouwen? Meneer Van der Tuk, korte reactie van u. Ja, Tim Smit. Nou, ik heb mij sterk gemaakt, u weet het misschien, voor die komst van die universiteit naar Drenthe. Het is gelukt in Dwingelo. We zijn in gesprekken verder om, er werd al even aan gerefereerd, om ook dat naar de Stende Hogeschool in Emmen mogelijk te maken. Ik zeg dit omdat een van de voorbeelden is dat jongeren het gevoel moeten hebben dat het hier kan gebeuren. Dat juist in deze omgeving alles kan, alles mogelijk is. Goed onderwijs, dynamisch ondernemerschap. Dat je je droom hier kunt verwezenlijken. En ik denk dat dat een mix is van het juiste aanbod in onderwijs en in verbinding met ondernemers. Maar dat dat ook is de uitstraling die we met elkaar hebben. Of dat nou leuke kroegen zijn, of dat goede andere voorzieningen zijn waarin jongeren het gevoel hebben. Emmen, daar gebeurt het en daar wil ik bij blijven horen. Meneer Brink? Nee, volstrekt eens. Wij willen natuurlijk, ten eerste gaat het dan om goed onderwijs. Maar daar zijn, nu trekken ze veel al weg. Dus het gaat ook weer om die hoogopgeleide werkgelegenheid. Dus zorg dat er banen zijn. Zorg ook dat jongeren zich kunnen vertieren is. Het theater is denk ik een goed. Dat ze uit kunnen gaan. Dat er inderdaad een prettige woonomgeving is. Maar ook vooral dat er banen zijn. Dat ze hier kunnen blijven. En laten we daar trots op zijn. Te vaak gaan we in Drenthe uit van, wat mij betreft, de bedreiging. Wij denken veel meer in kansen. Want Drenthe heeft heel veel te bieden. Een prachtige leefomgeving. Laat het bruisen. En laat het niet alleen stil en donker zijn. En Hoeksema? Nou, die kansen zijn er volop. Ik heb net ook het onderwijs en ook de studie al gehoord. Maar als je hier in Emmen kijkt naar de Stende Hogeschool, die bijzonder goed doet, ook in het buitenland. Er liggen niet alleen kansen voor de jeugd hier in Emmen. Ik zit ook bijvoorbeeld te denken aan die biomassa, waar gewoon heel veel aan te doen is. En de Stende Hogeschool voltreffelijk werk doet. Maar je zou kunnen kijken hoe je dus over de grens dus ook meer met elkaar kunt gezamenlijk. Ik weet dat het gebeurt, maar daar ligt nog een heel groot potentieel wat je kunt ontwikkelen. Gewoon doen. Meneer Hartkamp. Ja, ik zit zelf in het onderwijs en ik denk dat investeren in de toekomst nu begint. Dus ik ben het geheel eens met de collega's ook hier aan tafel, dat het begint ook met goede scholing. En dat is mijn punt. Ja, er is nog een filmpje over dit onderwerp. Dus ik ben opnieuw benieuwd naar een reactie zometeen. Ik zou graag van de politicus van de Partij van de Arbeid willen weten in hoeverre ze zich sterk maken voor de mensen die schade krijgen door de bevingen in Groningen. Dus en dat geldt dan voor Drenthe. Hoe sterk maakt de Partij van de Arbeid zich daarvoor? Meneer Van der Tuk. Ja, ontzettend sterk. Ik denk dat meneer bedoelt, als het nou in Drenthe voorkomt, wat gaan dat we dan doen? Dat is natuurlijk ook elkaar? Al gebeurd, hè, Roswinkel? Het stond er net groot in de krant. Ook hier moeten we inderdaad die schade met elkaar niet alleen goed monitoren, maar ook hier moet de schade vergoed worden als die optreedt. Daar staan we met elkaar voor. En volgens mij staan wij als bevolking, als Drenthe, ook solidair met onze Groninger buren. Want als er ook maar iets gebeurt, moet veiligheid voorop staan. En als er ook maar iets gebeurt, moet schade vergoed worden. Volgens mij zijn we het daar met elkaar hartgrondig over eens. Maar stel, in Groningen wordt de kraan helemaal dichtgedraaid. Gaan ze dan denken van het gas moet ergens vandaan komen, laten we ze in Drenthe proberen? Nou, u ziet dat nu wel gebeurt. Ik geloof dat er iets van 230 putten zijn in Noord-Nederland waaruit gewonnen wordt. Er zijn een aantal putten nu inderdaad dichtgedraaid. Maar dat betekent dat in veel gevallen ergens anders de kraan weer wat meer open gaat. Dat moet goed gemonitord worden. En daar moet de NAM ook open en duidelijk voor zijn. Een probleem kan niet verplaatst worden. En wij blijven solidair met onze Groninger buren. Schade moet vergoed worden. Veiligheid staat voorop. We gaan naar nog een filmpje. Waarom is het nodig om alles in Emmen tegelijk aan te pakken? Ja, dat is denk ik de ergernis van elke Emmenaar. Want dan ga je nou over de rondweg rechtsom of ga je dwars door het centrum. Overal staat het vast. Dus meneer Hartkamp, waarom pakken we alles tegelijk aan? Ja, dat is een goede vraag. Waarom doen we dat? Ik denk dat ik zelf hou ik er ook niet van als je ergens in een stad hier in Drenthe rijdt en plotseling word je geconfronteerd met dit soort zaken. Dat de wegen overal open liggen. Het geeft alleen maar overlast en vertraging. Ergernis inderdaad. En ik denk dat er gewoon goed gesproken zal moeten worden in overleg met elkaar. Zul je één voor één zaken moeten aanpakken. En als dat niet kan, dan zul je het in ieder geval op zijn minst moeten spreiden. Meneer Hoeksema. Een verkeersprobleem is altijd een groot probleem. Kijk, we hebben ook de discussie gehad met de heer Brink hier over de afslag Noord. Dat is nog niet aan de orde gekomen.
En ik las vanmorgen al in de krant dat hij zich wel een beetje zorgen maakt over de houding van het gemeentebestuur. Nou, laat ook helder zijn dat onze fractie ook is voor het openhouden ervan, dus niet voor het afsluiten. Dus dat kan ik de heer Brink geen werkzaamheden wat u betreft. Ja, precies. Ja, ja. Dat is gewoon helder. Ik vind... en als je dan kijkt naar de stromen in Emmen zelf, die kunnen afnemen als je inderdaad dat verkeer wat meer ontlast door bijvoorbeeld die spoorverbindingen. Daar willen wij best voor inzetten. En dat onderzoek zal volgens mij ook best wel eens positief kunnen zijn. Meneer Brink? Ja, kijk, in Emmen is een ambitieus programma waar nog een heel aantal dingen voor 2020 geregeld moeten worden. Dat heb ik ook nog een keer bedacht. Maar een aantal, we hebben wat geld gekregen van de overheid en dat moet voor 2020 weg zijn. Dus er zal nog wel wat overlast zijn. Andere kant denk ik, wees er heel trots op dat hier een prachtige tunnel ligt. Kijk ook even, van dat daar weer heel veel mensen, want de werkloosheid is hoog, zeker in de bouw. Dus al die mensen hebben hier wel werk gehad. Ik denk dat dat heel mooi is, dat juist in deze tijd dat je in Emmen nog volop kan bouwen en dat er gewerkt kan worden. Emmen Noord is een ander probleem. Als u echt bij Emmen Noord op een afritten wil, zullen we daar nog heel veel moeten bouwen. Maar het is een ander onderwerp, maar daar wil ik best over in discussie. Het is wel werkgelegenheid. Maar het is wel werkgelegenheid. Ja. Maar u zei, we zitten er niet op te wachten. Maar als je Emmen Noord veilig wilt maken, moet er wel op een afritten komen. En dan nemen we afscheid van een beleid wat hier de laatste jaren gevoerd is. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de gemeente. Meneer Van der Tuk? Ja, het zou ook mijn antwoord zijn. Kijk, als er een beetje ongecoördineerd dingen aangepakt worden, en dat zal altijd gebeuren en mensen ergeren zich daaraan, dan moet je daarvan leren. Maar we hebben de afgelopen jaren geprobeerd om de bouwvakkers die werkloos thuis zaten juist aan het werk te helpen. En ik ben bang dat dit hier een beetje het gevolg van is. We hebben dat inderdaad op grootschalige wijze gedaan, ook in de provincie en samen met gemeentes, om te zorgen dat mensen niet werkloos thuis zitten. Veel infrastructurele projecten aangepakt. Ja, en dan kan ik mij voorstellen af en toe inderdaad dit het effect is. Ik ben blij dat we zoveel mogelijk werklozen aan het werk hebben geholpen. Duidelijk. Maar we hebben nog een filmpje, dus opnieuw graag. Een statement zometeen. Nou, ik zou graag de vraag willen stellen van hoe men denkt in Drenthe over de krimp in de provincie. In Groningen hoor je er van alles over, in Friesland hoor je er van alles over. Ik hoor er in Drenthe nog weinig over. Ik hoop ook niet dat de krimp doorgaat, maar ik ben er wel bang voor. De krimp. In verband met de tijd wil ik graag één persoon het woord geven. Heeft iemand een heel duidelijke... Ja, we hebben er eigenlijk net iets van gezegd waar wij als VVD aan zitten. Iets zeggen. Je kunt niet alles keren. Er zijn bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij waar je heel lastig grip op krijgt. Maar wat je wel kan doen is voorzieningen, ruimte geven om te bouwen. Bedrijfjes in een kleine dorp, bedrijfjes op eventueel vrijkomende boerderijen. En dan denk ik ook, zorg ook dat die voorzieningen er zijn. En dat je dus met elkaar zorgt dat er een goede leefomgeving is. We hebben een prachtige natuur, we hebben een prachtig landschap. Dus Drenthe heeft in principe voldoende om die krimp tegen te gaan. Heel kort. Het gaat natuurlijk om krimp, maar het gaat vooral ook om ontgroening. De wegtrekken van de jongeren waar we het net ook over hadden. En ik denk dat dat ons allerbelangrijkste probleem is. Wij willen die dynamische maatschappij met elkaar blijven. Daar horen jongeren bij. En we moeten alles op alles zetten om jongeren bij onze gemeenschap te houden. Moeten ze ook kunnen bouwen waar ze graag willen bouwen? Moet er een huizen zijn? Dat soort dingen hoort er dan. Dan moet er ook breedband zijn. Dan moet je ze ook de voorzieningen geven dat we ze verleiden om te gaan, om te komen. Ik geef nog even een heel... Ja, ik zei kort, maar u bent heel lang aan het woord. Ik ga nog even... Meneer Hoeksma, heel kort dan. Ja, wat hier natuurlijk heel terecht zegt, het is niet alleen de jeugd. Het zijn ook met name de ouderen die je in het dorp moet houden. Want dat bepaalt ook van de sfeer in een dorp. Dus niet alleen de jeugd. Het is eigenlijk zeg maar van beiden. Wees daar zuinig op. Totaalplaat. Ik wil jullie bedanken allemaal voor de bijdrage aan dit debat. We gaan naar Jorien. Ja, we vonden de tijd voor een kleine muzikale onderbreking. En als we het dan hebben over de Provinciale Statenverkiezingen, dan moeten we natuurlijk ook provinciaal talent hebben. Drents talent, Lars Hoving. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En niet alleen Drents talent, maar ook Emmens talent ben je. Ja, een beetje Emmens talent. Ja. Ik ben hier opgegroeid en best de tijd gewoond inderdaad. Dus ik voel me wel een echte Emmenaar. Ja. Dus wat hier besproken wordt over Emmen gaat me ook wel aan het hart eigenlijk. Hoe oud ben je eigenlijk, Lars? Ik ben 20, dus ik ben nog niet zo oud. Dat valt mee. Je bent stemgerechtigd. Ik ben stemgerechtigd. Alleen ik mag niet in Drenthe stemmen. Dat is vervelend. Ja. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga voor jullie een liedje spelen die ik geschreven heb voor een supermarkt in Groningen. Ik zat op een bankje en ik moest opeens denken aan Emmen. En ik denk nog vaak genoeg aan hier als ik in Groningen zit. En het liedje gaat eigenlijk over een man die hier bezig is op het land. En het is een beetje stereotyperend misschien, maar... het gaat erover dat hij doet wat hij mooi vindt, maar dat hij mensen ziet wegtrekken hier uit de provincie en ook uit de omgeving. Wat ik om mij heen ook heel erg zie. Dat mensen naar Groningen toe gaan om te studeren en daar blijven en niet weer terugkomen. En ik denk wel dat het een serieus probleem is. En hij, de man in het liedje, die zit daar zo over te toppen. Dus ik ga proberen om het
te vertolken hier. Toepasselijk lied. Hoe heet het? Het heet Greenhouse. Lars Hoving live. Veggie man works on and on until the day is done. The veggie man, he looks so mad. His short gray hair and his fingers are brown from the dirt. His apples fallen from the trees. Winter comes, the veggie man weeps. He says, I don't know to survive, but my only greenhouse left. The shed he's got is full of sand when there's dreams passed by and the seasons when. Veggie man wipes the dust away, which gathered on the roof of the greenhouse that's so full of health, sadly only for himself. When everybody leaves the town where he is. Dank u wel. Applaus voor Lars Hoving. Mooi, dankjewel Lars. Gaan we door met ons vierde thema. Want ja, we mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar voor veel mensen lijken de Provinciale Staten toch wel ver van hun bedshow. De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen is bijvoorbeeld al jarenlang lager dan bij de landelijke verkiezingen. Om een beeld te scheppen, hier in Emmen ging in 2011 50% van de stemgerechtigden naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. En in 2012 was dit landelijk bijna 75%. Voor de landelijke verkiezingen, voor de Tweede Kamerverkiezingen. En ook voor dit jaar verwacht TNS Nipo weinig animo voor deze verkiezingen. Maurice de Hond heeft daar onderzoek naar gedaan. En volgens hem vinden burgers de Provinciale Staten onbelangrijk, omdat het onduidelijk is wat de provincie precies voor hen doet. En volgens hem treedt de provincie zelden op als aanspreekpunt voor de burger. Maar wat is het nut van de Provinciale Staten eigenlijk? Zou het niet beter zijn als de gemeente rechtstreeks de taken aanneemt vanuit het Rijk? Daar gaan we over discussiëren met Klaas Kuipers van GroenLinks, Marianne van der Tol van D66, Wim Mooinat van de SP en Harm Henk Veldsema van de ChristenUnie. Over de volgende stelling: de Provinciale Staten zijn overbodig. Nou, dat is nogal wat. Dat is een duidelijke stelling, meneer Veldsema. Wat vindt u ervan? Bent u overbodig? Nou, het zal u niet verbazen dat ik daar niet zo mee eens ben. Maar goed, dat is ook vaak niet zo, maar een beetje toch? Nee. Dat wat je aan taken dicht bij de bevolking neer kunt leggen, dat moet je ook zeker doen. Dat waar de burger rechtstreeks, wat de burger rechtstreeks raakt, dat moet je als het een beetje kan ook bij die gemeente neerleggen. Maar daar waar het gemeentegrenzen overstijgt, daar heeft de provincie wel degelijk een taak. Als het gaat om controle van de gemeentes, maar ook bijvoorbeeld over het wegennet waar we het straks over hadden, of openbaar vervoer. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld werkgelegenheid stimuleren. Hè, wat nu een plan voor ligt, hè, vierkant voor werk. Hier in de regio niet gaan concurreren met Hardenberg, Hogeveen, Coevorden. Maar gewoon samen proberen dat op poten te zetten. En daar kan een provincie heel goed een coördinerende taak in hebben. Bent u overbodig als Provinciale Staten, meneer Mooinat? Nee, dat denk ik niet. Wat mijn buurman zegt over de coördinerende taak, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk zelfs dat als je het hebt over een laag die misschien overbodig is, dat je dan eens over de waterschappen moet beginnen. Misschien moet je dat wel bij de provincie onderbrengen. Oké, goed. Dat is ook weer één.
Verder moeten we ook niet vergeten dat de staten ook de Eerste Kamer kiezen. Hè? En de Eerste Kamer is natuurlijk het middel om door een wet die al goedgekeurd is door de Tweede Kamer, om die nog eens te toetsen en eventueel dus weer terug te verwijzen. Dat is al gebeurd en dat zou nog vaker moeten gebeuren. Maar moet het dan misschien anders? Zou het publiek dat vinden? D66 is een voorstander van het groter maken van de landsdelen. Minder versnippering in de provincies, maar bijvoorbeeld in 5 landsdelen door heel Nederland heen. Het gaat om het bestuur wat er hier gevoerd wordt. De vraag is, zijn provinciale staten overbodig? Nou, in feite is dat de volksvertegenwoordiging. Je kan nooit een volksvertegenwoordiging overbodig maken als er een bestuur is. Kijk, de provinciale staten zijn er om het bestuur te controleren. Dus het zou een hele vreemde zaak zijn als we het bestuur overhielden en dat het niet meer gecontroleerd zou worden. Dus in principe, zolang er nog een bestuur is van de provincie, moet er ook een gekozen volksvertegenwoordiging zijn. Maar wij zijn wel van mening dat om het efficiënter te laten werken, om slagvaardiger op te kunnen treden, dat je misschien wat die landsdelen wat meer uit meer provincies moet laten bestaan en dat samen op laten gaan. Dat heeft helemaal niets te maken met het verlies van identiteit of wat dan ook. Dat heeft alles te maken met efficiëntie. VNO-NCW is een groot voorstander van. De SER is er een voorstander van. Het schijnt vele malen goedkoper te zijn. Het levert geld op, dus daar moet je naar kijken. Maar kijk, de Drentse identiteit bijvoorbeeld, dat zit niet in een grenspaaltje. Dat zit niet in een vlag of in een volkslied. Dat zit hier. En ik ben zelf geen geboren Drent. Ik woon hier 25 jaar. Ik voel me een Drent op mijn manier. Dus, en als Drenthe nou straks onderdeel uit zou gaan maken van samen met Groningen bijvoorbeeld en Friesland, hè, zoals dat wel eens over gesproken wordt, dan zou je kunnen denken van, nou, dan verandert er iets. Nou, ik denk niet dat er iets verandert. Ik denk alleen dat het bestuur efficiënter wordt. Dus, maar provinciale staten, dat zijn de gekozen volksvertegenwoordigers en die mag je nooit weghalen natuurlijk. Want dat zijn de mensen die namens de bevolking van Drenthe die belangen vertegenwoordigen. Kunnen zich daarin vinden, meneer Kuipers? Helemaal niet. In die zin, wat ik mevrouw Van der Tol hoor zeggen, dat is het bekende liedje van D66 naar grotere gewesten, 4-5. En in mijn optiek ga je dan het bestuur veel verder wegbrengen bij die burger. Waar het die burger om gaat, is de herkenbaarheid. Dus in de eerste zin is de gemeente van elementair belang, omdat dat direct de leefomgeving van de burger aangaat. We hebben de Rijksoverheid. Die moet zorgen dat door middel van wetten en regelgeving alles een beetje loopt in deze samenleving. Daar hebben we de Eerste Kamer voor, die het nog eens even kritisch tegen het licht houdt, omdat coalities natuurlijk altijd geneigd zijn om te praten naar hoe het hun uitkomt. Maar die provincie die is van elementair belang om juist te zorgen dat al die facetten op elkaar worden afgestemd. Voorbeelden van schaalvergroting zijn bijvoorbeeld Denemarken, waar men de provincies heeft afgeschaft, waar men supergemeentes heeft gecreëerd. En wat bleek bij een van onze werkbezoeken, dat het dus niet meer functioneert, omdat de burger zo ver af is komen te staan van haar bestuur, dat men dus nu die grote gemeente weer op gaat knippen. Nou, ik denk dat je die fout niet moet maken. En het heeft niks te maken van of je Drent, Groninger of Fries bent, maar het gaat om de beheersbaarheid en de eigen identiteit van jouw gebied. En dat is waar de mensen in leven. En als dan de vraag is van, is de provincie overbodig? Nee, zeker niet. Want die provincie die is er om te zorgen dat bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening we een beetje een goede afstemming hebben van waar gaan we wel industrieterreinen neerzetten, waar niet. Waar gaan we op het gebied van openbaar vervoer de lijnen leggen en waar gaan we andere slimme dingen bedenken. Ik denk dat die provincie heel belangrijk is. Ik ben het ook met de SP eens, het waterschap hoort wat ons betreft juist bij die provincie, omdat je als provincie ook je watertaken hebt. Je hebt je waterhuishouding, je hebt je bergingstaken. Dat is eigenlijk gek dat het niet bij de provincie is. Ja, maar ik wil daar toch nog even op ingaan. Want kijk, op dit moment is het gewoon zo dat er al heel veel samengewerkt wordt tussen de verschillende provincies. Wij werken samen met Groningen, wij werken samen met Overijssel, wij werken samen met Friesland. Nou, het is eigenlijk al een bijna natuurlijk gegeven dat die provincies elkaar steeds meer opzoeken. U startte dit onderwerp te zeggen dat de provincie ver van mensen afstaat. Nou, in dat opzicht, dat zal er niet heel veel veranderen. Want wij hebben altijd gezegd, wat centraal kan, of decentraal kan, dat doe je daar. Die gemeenten, die hebben op dit moment
bent, die hebben zeg maar alle mogelijkheden om dicht op die burger te staan. Die provincies, we kunnen hier met z'n allen wel heel interessant gaan doen. Maar als wij nu hier straks in de straat op gaan en wij gaan vragen van welke partij bent u de lijsttrekker of van welke partij bent u de lijsttrekker, dan is niemand hier in Drenthe die ons zal herkennen waarschijnlijk. Wij staan al ver van die burger af. Dat is natuurlijk, dat is gewoon een kul argument. Enerzijds zegt u zelf van wij zoeken de samenwerking op. Nou, natuurlijk, samenwerken moet daar waar het kan. En zeker als je gebieden hebt die grensoverschrijdend, Buinenstadskanaal, Koevoorde Hardenberg, Roden Leek. Zo kunnen we er nog een aantal benoemen. Maar de regiovisie Groningen Assen, die hebben we al. Jawel, en die werkt ook. Nee, maar dat gaat ook omdat het om een specifiek gebied gaat. Maar uiteindelijk zal het iemand uit Schonebeek jeuken hoe wij het in Assen Groningen regelen met het openbaar vervoer. Als het maar geregeld wordt. Juist. En dus maakt het niet uit wie dat nou precies is. Maar dat ga je met elkaar doen. Nee, maar dan zegt u ook nog eens een keer. Nee, maar zaken moet je gewoon samen aanpakken. Jawel, maar u zegt ook van die provincie, die staat zo ver van die burger af, ga je het groter maken en ergens daar in de buurt van Marum staat het provinciehuis van het gewesthuis Noord-Nederland. Ja, sorry. Dan denk ik dat als jij in Emmer Erfscheideveen woont, denkt het zal helemaal wel goed zijn. Nee, zorg dat die provincies, en zeker onze provincie Drenthe met ruim 500.000 inwoners, heerlijk behapbaar, overzichtelijk, herkenbaar. En als ze ons niet kennen, moeten wij de hand in eigen boezem steken, want dan doen wij er met z'n allen niet genoeg aan om ons gezicht te laten zien. Maar dat is denk ik ook het punt, want er gaan niet zo heel veel mensen naar de stembus, is gebleken, voor de Provinciale Staten. Ja, dat probleem ligt er al. Er is al een probleem van dat wij niet herkenbaar zijn. Maar dat ligt misschien ook besloten binnen dat takenpakket. Als je kijkt naar de natuur, we hebben het er net over gehad. Openbaar vervoer, we hebben het er net over gehad. Dat zijn zaken, die regel je niet in een heel klein gebied. Die regel je voor een heel, dat gaat grenzen over, letterlijk. Nou, dat regel je met elkaar. Dat moet je goed regelen met elkaar. Wij zijn nu nog staan met enige regelmaat met de ruggen naar elkaar toe, ook als provincies. We zijn minder slagvaardig dan we zouden kunnen zijn als we meer gaan samenwerken. En kijken of we bekend willen worden of niet. Dat ligt eraan. Ik denk dat je bekend moet worden om wat je doet. En niet omdat je toevallig bij Drenthe hoort of bij Groningen of bij Friesland. Mag ik even onderbreken, meneer Kuipers? Want we hebben een vraag vanuit het publiek. Dus daar wou ik even naartoe gaan. Het publiek. We hebben een vraag uit het publiek, heb ik begrepen. Oh, ik. Niet een vraag uit het publiek. Helaas. Nee, maar goed, dan wou ik nog wel zeggen van, als we gaan kijken op het gebied van openbaar vervoer, de meest succesvolle OV-lijn is de lijn Emmen-Groningen. En die gaat voor 90% over Drents grondgebied en maar 10% over het Gronings grondgebied. Maar het is van wezenlijk belang voor, ik heb begrepen dat als die bij Borger is, staat die meestal vol. Dus, en dat zijn de successen, mevrouw Van der Tol, die wij als provinciale overheid ook veel meer moeten etaleren. Maar we zijn eigenlijk gewoon te bescheiden. En dat is misschien wel het Drents van, douw maar gewoon. Meneer Moynat? Ja, ik hoor hier een heleboel dingen over de tafel komen deze kant op. Mevrouw Van der Tol gaf aan dat een noordelijk landdeel dat effectiever gaat worden. Ik vraag mij af. Dat is de verwachting dat het echt. Nee, ja, maar waarom is die verwachting gestoeld? Nou ja, dat VNO-NCW hebben daar onderzoek naar gedaan. Dan blijkt dan nu dat er heel veel beperkingen zijn, waardoor bepaalde regelingen slecht kunnen worden uitgevoerd. En dat zijn toch geen kleine jongens ondernemers die zeggen, haal die grens nou zoveel mogelijk weg. Dan kunnen wij makkelijker ondernemen. Dat is voor iedereen beter. Nee, kijk, en het is natuurlijk, het is niet, we zijn ook niet oorspronkelijk zo. Drenthe zag er vroeger ook heel anders uit. Ja, en toen in Nederland bestond 1998, nog langer geleden helemaal niet. Nee, maar in 1998 zijn de gemeenten van Emmen, die zijn ook allemaal gefuseerd. Hè. Er waren toen, meen ik, 36 en nu zijn het er 12. Er is niemand die daar nu nog pijn van heeft, bij wijze van spreken. Dus daar zit het hem allemaal niet. Je moet kijken als het effectiever kan, efficiënter kan. En je kan bijvoorbeeld meer bewerkstelligen in Den Haag en zeker in Brussel. Okay. Dan moet je dat niet nalaten. Goed, u gaat nu het verhaal van net weer herhalen. Begrijp ik ook. Maar het effectiever waar u het over heeft. Het wordt bepleit door een ondernemersvereniging. Dat kan ik me voorstellen. Ondernemers die hebben last van regels. Die willen ook liever zoveel mogelijk vrijheid. Snap ik. Maar wij zijn als overheid erin gesteld om ervoor te zorgen dat de regels ook nageleefd worden. Die regels zijn ook niet voor niks bedacht. En als dat uw enige argument is waarop u zegt van het zou effectiever worden,
Sorry, maar dan geloof ik er helemaal niks van. Dat heb ik ook gezegd. Maar neem nou even, we hadden het straks over het wild. In Overijssel lopen er wel grote beesten rond. En hier, als ze bij de Drentse grens komen, worden ze afgeschoten. Dat is op zich natuurlijk heel vreemd. He, want hier mag het dan niet en daar mag het wel. Nou, dit zijn dingen die moet je gewoon met elkaar kunnen regelen. En kijken waar kunnen wij het beste eruit halen. U weet dat wij ook voor toelating van het wilde zwijn zijn. Wij hebben een heel ruimhartig toelatingsbeleid. Maar u heeft ook gezegd, en dat heeft meneer Kuipers ook gezegd, de gemeente of de provincies die werken goed samen tegenwoordig. Veel meer samen. En ik denk ook dat een provincie, ook qua gemeentes die hier zijn, veel meer nog een coördinerende rol kan spelen dan dat ze nu doet. Een aantal taken zijn van de overheid, van de landelijke overheid, van de provincie naar de gemeentes toegegaan. En ik denk dat we niet zo snel moeten zeggen, want het wordt heel vaak gezegd, van daar gaan we niet over. Ik denk dat we als politiek in principe overal over gaan. En je kunt niet overal beslissen, maar je kunt wel dingen in gang zetten. En als je als provincie een coördinerende rol naar je toe trekt, ook met gemeenten, maar ook grensoverschrijdend, dat je dan goed bezig bent. Meneer, wat vindt u van meer landsdelen? Nee, meer landsdelen vinden wij geen goed idee. De structuurdiscussie nu aangaan, dat is iets wat we absoluut nu niet moeten doen. Want als we nog efficiënter en alleen maar met als doel heel efficiënt te gaan werken, dingen gaan organiseren, dan vergeten we om de situatie zoals we die nu hebben goed te verankeren, zodat die ook werkzaam is. En elke efficiëntieslag die we nu nog gaan uitvoeren, die zal onmiddellijk leiden tot banenverlies, tot leefbaarheidsproblemen in de provincie. En daar hebben we in deze regio helaas veel te veel last van. Waar baseert u dat op, dat dat leidt tot banenverlies en een verlies van kwaliteit? Elke efficiëntieslag levert alleen geld op en dus besparing op als je mensen eruit knikkert. En dat moeten we niet willen. Dat is maar net de haalemmer olie van onze maatschappij en die moeten we ook in stand houden. Mijn bezwaar ook tegen de houding van D66 is dat ze de provincie, dat ze het bestuur als een bedrijf willen runnen. Hè? Efficiëntie en slagen maken en rendementsdenken. Terwijl het daar niet om gaat. Uiteindelijk gaat het erom dat de inwoners, en ik denk dat wij het daarover eens zijn, dat de inwoners van Drenthe een zo plezierig mogelijke leefomgeving hebben, waar de voorzieningen die zij wensen voor hun leven, dat die daar zijn. En dan kun je daar niet de maatlab van efficiëntieslagen neerleggen. Dan mag ik toch wel even op ingaan. Want als er één partij is geweest de afgelopen 4 jaar in de Staten, die heeft laten zien hoe je opkomt voor de belangen van de Drenthe, dan is het wel D66 geweest. Ik hoef alleen maar even de hele windmolendiscussie even hier te noemen. Die komt straks nog in orde. Maar bedoel, dat heeft daar dus allemaal niets mee te maken. Het kan dus beiden. Je kan zowel denken van, goh, misschien kan het wel efficiënter, waardoor je meer middelen overhoudt om in andere dingen te investeren. Bijvoorbeeld in werkgelegenheid, bijvoorbeeld in natuur of wat dan ook. Maar tegelijkertijd, en dat hebben wij laten zien, kan je er ook zijn voor die Drenthe, luisteren naar die Drenthe en proberen mee te denken hoe je problemen aanpakt. Nou, zo kan het wel. Dus het is niet of het is en. Nou ja. En als we luisteren naar de Drenthe, mevrouw Van der Tol, dan hoor je ook dat ze als ze dood zijn, dat er weer zo'n efficiëntieslag komt, waardoor het bestuur verder van hun bed komt, de herkenbaarheid slechter wordt. En dat moeten we juist nu niet willen. En onze taak, en dat geef ik u de anders voor, is ook inderdaad om zichtbaar te maken waar we dan mee bezig zijn. De Drenthe zijn niet bang voor een efficiëntieslag. De Drenthe zijn bang voor het verlies van de identiteit van Drenthe. Dat is heel wat anders en dat kan ik me voorstellen. Maar wat ik net ook al zei, Drenthe dat zit niet ergens in een papiertje of in een vlaggetje of in een volkslied. Dat zit hier bij de mensen. En als je daar niet, daar kom je helemaal niet aan. Sterker nog, je kan zelfs die identiteit versterken, ook al ga je samen in één bestuur. Je kan, het is en, het is niet of. Nee, maar u zegt het als doel. Hè, als laatste nog. U noemt het als doel. En wij denken dat het samenwerken ontzettend goed is. Daar kunnen we veel mee bereiken. Maar we moeten niet als doel hebben om een andere structuur te krijgen. Eerst wat we hebben, zorgen dat het goed gaat lopen. 18 maart zullen we zien hoe het leeft. De provinciale statenverkiezing natuurlijk. Ik wens u daarbij veel succes. Bedankt voor dit deel van het debat. En wellicht tot later. We gaan naar Jorien. Ja, door naar het vijfde thema van deze avond. Bedrijvigheid en werkgelegenheid. Is een heet hangijzer. Het is al eerder gevallen, vooral de werkgelegenheid. Want Drenthe heeft het imago van een rustige provincie met fietspaden, schaapskuddes, veel natuur.
Maar wellicht zouden we meer mensen en bedrijven naar Drenthe trekken met een dynamischer en spannender imago. Of gaat dat juist ten koste van onze Drentse identiteit? Daar discussieert Marianne over met Wim Moynat van de SP, Art van der Tuuk van de PvdA, Jan Vonhoff van 50PLUS en Klaas Kuipers van GroenLinks. De stelling bij dit thema luidt: om de werkgelegenheid te stimuleren, moet Drenthe zich meer promoten als een dynamische provincie. Nou, meneer van der Tuuk, dat is een stelling. Ja. Moeten we ons meer promoten? Nou, zullen we dat dan maar doen? Nou, gaat uw gang. Dynamiek en reuring. Dynamiek en reuring. Nou, we hebben vanavond een aantal punten bij de kop gehad. En we zijn allemaal trots op onze natuur. En we zijn allemaal trots op het type gemeenschap dat we hier zijn. Maar wat wij moeten gebruiken is, denk ik, nu wel wat dynamiek en reuring. Om te zorgen dat we hier ook onze boterham met elkaar kunnen blijven verdienen. Dus ja. Ja. Meneer Kuipers? Nou ja, ook ja. Kijk, in die zin, laten we wel zijn. Er wonen ruim 500.000 Drenthe in deze provincie. Die moeten eten. Die moeten hun energiebedrijf gaan afrekenen aan het eind van het jaar. Oftewel, werk is belangrijk. Werk is belangrijk in deze provincie. Maar het is wel van belang dat we werkgelegenheid hebben die ook past bij deze provincie. En dat impliceert dat er bepaalde takken niet zouden moeten. Terwijl andere takken er juist heel goed inpassen. Wat zou dan niet moeten, nou, volgens u? Ik denk dat bijvoorbeeld hele grote petrochemische bedrijven niet passen. Nou, we zien hier op het terrein in Emmen bij Emtek dat daar een hele omschakeling gemaakt wordt met werkgelegenheid die toekomstgericht is, die innovatief is, maar die ook in feite vooruitspringt, waarin Drenthe een hele bijzondere positie inneemt. Drenthe is wat dat betreft uniek. En ook dat verkopen wij te weinig, hè? Wij Drenthe geven niet aan wat gebeurt daar. Nou, dat in combinatie met landbouw. Denkend aan het hele polytechnische mogelijkheden die we hebben. We hebben heel lang aardappelen verbouwd voor de aardappelzetmeelindustrie. Maar met aardappelen kun je ontzettend veel meer. En daarmee kun je tegelijkertijd bijvoorbeeld ook de functie van olie uitbannen. Oftewel verkleinen. Uitbannen zal niet gaan, verkleinen. Maar het betekent wel dat er innovatieve bedrijven kunnen ontstaan in Drenthe. En die ontstaan er ook. We moeten ook niet vergeten dat wij op het platteland de mogelijkheden hebben van heel veel kleinschalige huisindustrie. Juist door internet, juist door alle media kunnen we natuurlijk, het maakt niet meer uit of jij in Klaasinaveen of in Anderveense Kanaal thuis je werk doet, het flitst allemaal heen en weer. En daar zit hem de kracht in, dat we juist zorgen voor werkgelegenheid die past bij de schaal van Drenthe. En dan zeg ik de petrochemische industrie, de energie, Eemshaven, Rotterdam. Maar niet in Hogeveen. Meneer Vonhoff? Ja, op zich ben ik het helemaal eens met een dynamisch Drenthe. Ook 50PLUS houdt van dynamiek. Je zou het haast niet zeggen, maar het is echt zo. Kijk, onze ouders hebben kort na deze wereldoorlog gezorgd dat wij allemaal geboren zijn. Tenminste, de meeste van ons. En dat betekent gewoon dat wij in een vergrijzende maatschappij een bubbel ontstaat op enig moment. En dat is eenmaal een gegeven. Wat ook een gegeven is, is dat we te maken hebben met krimp. Daar moeten we wat aan doen. Maar daar hebben we het net al even een zijdelings over gehad. Wij maar moeten gaat zorgen, daar de dynamiek ook niet mee weg, precies, met de krimp? Nee, zeker niet. Wij moeten zorgen dat wij onze kansen grijpen. En die zijn er best wel. Als wij een vergrijzende maatschappij zijn, en dat is gewoon een gegeven, dan betekent het ook, en ook dat is een gegeven, dat we allemaal vroeg of laat wat meer hulp nodig hebben in de gezondheidszorg. En als we meer gezondheidszorg nodig hebben, dan zitten daar ook banen aan. Dat biedt kansen voor ons. En wij moeten wel zorgen binnen Drenthe dat wij ook daar ons opleidingsniveau op aansluiten. We moeten zorgen dat de jeugd die hier nog is, hier blijft, zich, als het even kan, gaat specialiseren in gezondheidszorg, zodat ze ons ouderen hier allemaal kunnen verzorgen. En ik denk dat het een wezenlijk punt is. En vroeg of laat overkomt het ons allemaal, ook al ben je nu 20. Besef dat wel. En ik denk dat daar ook een plek zijn op elk gebied natuurlijk. En er moet plek zijn en er moet geld voor zijn en er is geld voor. Alleen je moet het op een hele correcte, zuivere manier gaan inzetten. Meneer Moynat? Ja, het wordt een beetje saai. Maar ik ben het ook eens met de voorgaande sprekers grotendeels. Kan ook niet anders. Want grotendeels, maar niet helemaal. Nou, nee, er zit waar, wel waar zit dan het verschil? Nou, ach, op hele kleine dingetjes. Maar wat ik wel nog even op in wil gaan, wat ik gemist heb, is u gaf het net een beetje aan, is het onderwijs. Wij moeten, zeker op mbo-niveau, moeten we meer de verbinding zoeken tussen de scholen en de bedrijven. Bedrijven zijn die vragen, maar die vragen specialisten. Die vragen niet mensen die van alles en nog wat kunnen, nee, die vragen specialisten. Echt technische specialisten.
En die willen ook heel graag mensen opleiden. In het bedrijf zelf. En ik weet, er zijn activiteiten in die sector. Maar ik denk dat we daar nog meer in kunnen doen en in moeten doen. Zoals? Nou, die verbindingen leggen. Als provincie kunnen wij daar een voortrekkersrol in spelen. Meneer Van der Tuuk weet dat ook. En doet dat ook trouwens. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Daar is SP heel blij mee. Alleen dat kan volgens mij veel meer nog. En u gaf aan van de zorg. Prima. Is ook een soort technisch beroep. Economische bedrijvigheid is wat dat betreft de motor voor onze provincie. Voor onze werkgelegenheid. En daar moeten we echt op insteken, beste mensen. Maar gaat het ten koste van waar we het al over gehad hebben? Natuur bijvoorbeeld? Nee, dat hoeft leefbaarheid. Niet. Dat hoeft niet. Daar moeten we goede keuzes in maken. En ik heb hier vanavond een hele verstandige dingen gehoord in de 4-5 stellingen die hiervoor geweest zijn. Ik geloof dat wij met z'n allen ons hoofd op de goede plek hebben zitten en ons hart idem dito en de goede hersens gebruiken. En ik denk dat we de goede keuzes moeten maken die voor Drenthe van belang zijn. En herhaal ik bijna wat ik net al zei. We moeten zorgen dat de gezondheidszorg hier heel goed van de grond komt. Want dat hebben we straks vroeg of laat in Drenthe en waarschijnlijk in heel Nederland. Maar hier in krimpgebieden, en dat zal in Zeeland niet anders zijn. En ik verwijs even naar een artikel wat vandaag in de krant gestaan heeft. Dat ging ook over krimp. Lees dat alsjeblieft. Daar hebben we vroeg of laat mee te maken. En daar moeten we echt onze effort op insteken. Maar hoe zorg je dan? Mag ik even iets zeggen over die keuzes op financieel gebied? Ja? Want een heleboel van die keuzes, moet je nu misschien iets meer investeren. Maar dat komt weer terug. Als je het goed doet, dan heb je straks minder werklozen. Dat is altijd zo, ja. Dat betaalt zich weer terug. Maar hoe zo'n tijdsperk levert dat zich weer op dan? Nou, hoe lang duurt het voordat iemand van school is? 4-5 jaar. We zijn er al mee begonnen, dus die revenue die moet straks. U heeft het over specialisten. Specialisten duurt natuurlijk veel langer om door te leren en te zijn waar ze moeten zijn ons te dienen. We zijn al begonnen. Daar zijn we al mee begonnen. Natuurlijk, als ik mag helpen, meneer Mornat, op doel. Het is inderdaad dat we de afgelopen periode met elkaar al de verbinding hebben gemaakt van de scholen naar het bedrijfsleven toe. Dat moeten we inderdaad nog meer gaan doen. Want juist in die interactie, dat je concreet leerlingen eigenlijk vanaf het begin verbindt met bedrijfsleven. Ja. Dat ze weten wat er speelt, wat er aan de hand is. Dat ze ook het vak leren van de ouderen daar. Dat hebben we wat veronachtzaam met elkaar in Nederland. Ja. Daar ligt de kracht. De heer Mornat doelt daarop. Wij zijn er al mee begonnen. En hij heeft een punt als hij zegt, dat zou je nog verder uit moeten rollen de komende periode. Dat moeten we ook gaan doen. Wat we verder moeten gaan doen is voortzetten op het beleid wat we afgelopen tijd hebben gedaan. Door bij bedrijven als Fokker, maar ook nu in Rode, verbindingen te maken. Medische technologie, composieten, bouwen van vliegtuigen bij Fokker. Dat soort zaken te verbinden met de kennisinstellingen, of dat nou mbo is of hbo, en daar ook weer die leerlingen direct in dit soort projecten in contact te brengen met die bedrijven. Dat helpt ons in Drenthe, die verbinding. Dat levert vakmanschap en kwaliteit op. En geloof mij, wij zijn een fantastische provincie wat dat betreft. Want we vergeten wel eens dat in de innovatietop 100 in Nederland 6 Drentse bedrijven bij de eerste 20 staan. Dat is grote klasse van deze provincie. En nou moeten we nog even gebruik van maken dat we nog meer in opleiding gaan investeren om dat vakmanschap hier op een nog hoger niveau te hebben. Dus het is wel jammer trouwens dat niemand dat weet, hè, van die innovatie. Bijzonder is dat. Ja, heel apart. Zoiets om trots meneer op. Meneer Kuipers. Nou ja, wat ik in de discussie nog wel mis, is natuurlijk ook de grensoverschrijdende werkgelegenheid. Het is toch eigenlijk van de gekke dat wij in dit gebied een werkloosheidspercentage hebben boven de 10%. Terwijl als we bij Zwarte Meer de grens overgaan, daar zitten ze op een werkloosheidspercentage tussen de 2 en de 4%. Daar zit men te springen om werknemers, terwijl wij als het ware zoeken naar werk. Nou, daar gaat zullen het dan ook over hooggeschoolde banen of de lagere sector? Over alles. Ik weet dat het bedrijf, ik ben even kwijt waar het zat, maar waar ze windmolenwieken bouwen. Ja, nee, maar ook vlak over de grenzen. Er is heel veel werkgelegenheid. Alleen goed, er zijn een aantal belemmeringen, maar die belemmeringen moet je dan op lossen. Een van de problemen die er was, was natuurlijk het minimumloon. Duitsland heeft sinds vorig jaar een minimumloon. Dat ligt ongeveer op 1000 euro. Nou, met een uitkering zit je in Nederland al gauw rond de 1300. Dus ja, waarom zul je dan helemaal naar Duitsland rijden? Nou, dan ben ik eigenlijk even heel simpel. Dan ga je daar werken. Je krijgt 1000. Je krijgt van ons 400 erbij. Dan heb jij 1400. Is 100 meer dan dat jij had. Maar wij houden per keer 800 over. Dus dat is win-win-win. Want het allerliefste wat mensen willen is gewoon aan de slag werken. Maar dat kunnen we niet alleen hier. En in die zin wil ik ook over die grenzen kijken. Ik wil kijken hoe kunnen we dat internationaliseren. Hoe kunnen we zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor Nederlanders in Duitsland te werken. Maar hier in Emmen zitten heel veel Duitse studenten
op de hogeschool. Dus daar heb je het al. Ik wil u al even meenemen naar een filmpje. Want ook voor dit onderwerp hebben we een vraag gekregen op de straat. U zet de bril erbij op, zie ik. Ja, ik ben snel. Het centrum van Emmen is waar ze hier, zoals we hier staan, druk in ontwikkeling. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat het niet alleen voor Emmen belangrijk is, maar ook voor de provincie. En het is dus ook gewenst, denk ik, dat de provinciale overheid daar ook een bijdrage aan levert. Ik heb niet de indruk dat ze daarvoor wegvluchten. Maar ja, het moet natuurlijk allemaal wel gebeuren. En vooral in de toekomst, wanneer de zaak gaat lopen en in exploitatie komt, dan is misschien toch ook wel een provinciale subsidie of in ieder geval hulp daarbij nodig. En ik zou willen vragen of men die bereidheid heeft. Meneer Vonhoff. Dankjewel. Ik denk dat je die zeker moet hebben. En dat heeft 50PLUS ook. Je moet zorgen voor de kleinschalige bedrijvigheid die op enig moment aansluit bij het onderwijs. En we moeten één ding goed beseffen. Als we mensen opleiden, of het nou mbo, hbo of voor mij wat nog wo is, maakt niet uit. Maar als wij mensen opleiden en er is geen werk, en de jongere die zit 4-5 jaar in een uitkeringsfase, dan is dat een verloren generatie. En heb ik niet bedacht. Dat zijn mensen geweest die dat voor gestudeerd hebben. En ik denk dat we moeten voorkomen dat dat gebeurt. We moeten gewoon zorgen dat we de jeugd die hier is een baan kunnen aanbieden op enig moment die aansluit bij de behoefte van de rente. En daar gaat het om. En de behoefte van zichzelf, neem ik aan. Uiteraard. Maar als je, ja, tuurlijk, anders ga je die opleiding niet volgen. Maar ik bedoel, als je geen stratenmaker wil worden en je kunt het niet, dan moet je wat anders. Ik heb net gezegd, je moet proberen ook aan te sluiten bij datgene waar wij behoefte aan hebben. En als je dat promoot, dan gaan de mensen ook daar anders over nadenken. Dat is ook een gegeven. Je moet soms ook mensen een duwtje in de rug geven. Laten zien waar de kansen voor hunzelf liggen. Want ze kunnen kiezen voor een uitkeringsfase. Als ze een beroep kiezen wat hier niet is. Of ze moeten dan verhuizen naar, misschien wel naar het achterland, waar ze €400 minder verdienen. Je moet mensen hier perspectief bieden. Daar gaat het om. Ik wil u allen danken voor uw bijdrage. We hebben nog een filmpje, zie ik. We gaan nog naar een filmpje. Graag zou ik wel willen weten wat u gaat doen aan de werkloosheid en dan met name aan de jeugdwerkloosheid. Nou, kat en bakkie zou ik zeggen. Daar heb ik het wie over wie had. Van de anderen geef ik nu het woord? Ik wist dat filmpje kwam, bij wijze van spreken. Zal ik beginnen door te zeggen wat we al de afgelopen periode met elkaar gedaan hebben. En dan moet de lijsttrekker van de PvdA dit misschien niet zo zeggen, maar ik zeg het toch. Dat hebben we met elkaar met alle politieke partijen gedaan. En zo ken ik Drenthe ook, met elkaar de schouders eronder. Wat we gedaan hebben op provinciaal niveau is in samenwerking met gemeentes de gelden die wij hebben daar beschikbaar stellen voor jeugdwerkloosheid. Dus de gemeentes die wisten heel goed wat zij met hun jeugd wilden doen. En daar hebben we gewoon onze gelden naast gezet. Niet dubbelen, samen optrekken. Wat we verder hebben gedaan is een versnellingsagenda in Drenthe opstellen. En daar hebben we op allerlei vlakken. Van stageplaatsen tot opleidingen, tot projecten in groen of in techniek. Tot en met projecten waarin bedrijven inderdaad probeerden om jongeren te laten ondernemen. En dat soort zaken meer hebben we op geïnvesteerd. En per jaar heeft dat 400 tot 500 arbeidsplaatsen opgeleverd. Met elkaar in Drenthe. Alle politieke partijen hebben ervoor gezorgd. En ik ben blij dat ik daar gedeputeerde van mocht zijn. Dat we er duizenden arbeidsplaatsen bij hebben gemaakt. We doen het hartstikke knap in Drenthe. En wat mij betreft, wat de PvdA betreft, gaan we daar met elkaar keihard mee door. Nou, we hebben geen filmpje meer nog. Maar ook op social media wordt flink meegedacht. En er komt een vraag vanuit het sociale media gebeuren. Jorien, vertel. Dat klopt, Marian. Er komt een vraag binnen via Twitter, want u kunt mee discussiëren. Hè? Via Twitter kunt u een bericht naar ons sturen, @rtvemmen. U kunt ook een mailtje sturen naar ditvind@rtvemmen.nl of ons bericht sturen op Facebook. Dus op allerlei mogelijke manieren kunt u vanavond meediscussiëren. En via Twitter hebben we een vrij specifieke vraag binnengekregen. Ik weet niet precies in hoeverre die relevant is voor deze discussie, maar dat kunt u wellicht beter beoordelen dan ik. Bernard Ensink die vraagt: wat vinden de partijen van het gedogen van een forse overschrijding van een vergunning van een zuivelboerderij, die gewoon een zuivelfabriek werd en nu wordt gelegaliseerd door een bedrijventerrein in Vlieghuis? Ja. Hij is lastig, hè, de vraag. Dat is een hele specifieke. Heeft iemand van u daar iets op te zeggen? Ja, en zo specifiek dat er bijna geen antwoord op te geven is nu. Dan zou je veel meer in de materie moeten verdiepen. Dan zou je moeten weten wat er achterliggende geschiedenis is. En dat weet ik niet. Zoals gezegd wordt, lijkt het niet in orde, maar ik weet het niet.
Maar ik denk dat daar ook een, met name een taak van de gemeente ligt. En de heer Bernard Ensink is natuurlijk oud-wethouder van Coevorden. Dus ik neem aan dat hij met een erfenisje zit waar hij ook geen raad mee weet. Maar specifiek... Specifiek ligt natuurlijk die hele regelgeving, handhaving daarvan, in eerste instantie bij de gemeente. Komen ze er niet uit, dan denk ik dat de geëigende weg de rechterlijke weg is. En ik zie op dit moment niet wat daar wij als provinciale politiek in zouden moeten. Tenzij het natuurlijk niet in overeenstemming is met onze provinciaal omgevingsplan. Of de ruimtelijke ordening die we hebben, maar... Ja, ik vind het te specifiek. Nee, precies. Ja. Te specifiek voor deze avond. Ja, regeldruk zit over het algemeen juist niet bij de provincie. Het kan wat op milieu zitten, het kan wat om omgeving zitten. Maar inderdaad, het zit vaak inderdaad of bij de gemeente... waar je als burger of bedrijf tegenaan loopt, of bij de Rijksoverheid. Dat is vaak ook het probleem. In het verleden hebben wij met elkaar wel eens gezegd... van goh, welke regels kunnen we nou tegen het licht houden? Bij een provincie zijn dat er niet zoveel. Ik denk inderdaad, als u zegt dat de heer Ensink oud-wethouder is... dat hij ook terug moet naar zijn gemeenteraad in dit geval. En dat is goed worden. Dan sluiten we hiermee af. Ik dank u allen hartelijk. Dankjewel. Voor uw bijdrage. En we gaan weer naar Jorien. Ja, door naar het zesde en daarmee één na laatste thema. Dat is maatschappij in gezondheidszorg. Want op het platteland in Drenthe is niet elk dorp voorzien van gezondheidsvoorzieningen. Terwijl dit misschien wel handig of zelfs noodzakelijk kan zijn. Is het te duur om elk dorp te voorzien van een basisgezondheidsvoorziening... Of heeft ieder mens simpelweg recht op zorg dicht bij huis, ongeacht de prijs? Daarnaast gaat de gemeente tegenwoordig over de zorg in plaats van de provincie. Is dit wel een vooruitgang? Het zijn een hele hoop vragen rond dit thema. En laten we daarom snel gaan discussiëren. En dat gaat Marian doen met Jan Vonhoff van 50PLUS, Willem van Hartskamp van de SGP, Henk Brink van de VVD en Nico Uppelschoten van de PVV. Het thema bij dit... De stelling bij dit thema is... de provincie moet geld steken in het dichtbij huis houden van de gezondheidszorg. Dus geld in de gezondheidszorg, meneer Van Uppelschoten. Ik ben blij dat ik nu aan tafel sta, want ik dacht even dat ik hier voor niks zou zijn. Nee, u bent van harte welkom. Ja, nee, ja, goed, maar gelukkig ben aan het einde van het debat krijgt er nog een kans. Maar de gezondheidszorg, dat is iets wat de provincie niet over gaat... waar de gemeentes een beetje over gaan. En dat zijn gigantische bedragen die daar een rol spelen. Dus ik heb het idee dat het een vraag is aan onze politici op de provincie... die eigenlijk hier niet thuis hoort. Want het is toch vooral van de zorgverzekeraars die bepalen... wat wel of niet voor voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg... in een provincie, in een stad, in een dorp overeind blijven. En daar gaat de provincie helemaal niet over doen. Volgens mij kunnen we daar wel iets van vinden. Ik wil ook toelichten... zoals u weet, is vanavond eerder gezegd... Provinciale Staten kiest de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer beoordeelt eigenlijk wetten die al door de Tweede Kamer zijn. En als daar een onzinnig voorstel ligt, dan kunnen we daar nog eens over na gaan denken. En dat raakt op enig moment... Het is een omweg, snap ik, en dat is misschien niet wat u bedoelt. Maar op die manier hebben we via een hele grote omweg toch nog enig invloed... via de stem van de Eerste Kamer. Ja, maar goed, dan praten we over de landelijke politiek. Ja, dat wil ik best graag doen, hoor. Dat vind ik heel interessant. Maar het was nu de vraag wat de provincie kan doen... om de gezondheidszorg dichtbij te houden. De vraag is heel duidelijk, maar het antwoord kan volgens mij ook heel duidelijk zijn. De provincie heeft eerst niet de middelen om op het gebied van de gezondheidszorg iets te doen. Maar dat gaat om gigantische bedragen. Maar en er zijn had wel de middelen, toch? Wat? Want zoals ABBZ-zorg is bijvoorbeeld naar de gemeente gegaan vanuit de provincie. Dus het overkoepelende... Is dat een vooruitgang geweest, denkt u? Dat is de vraag van de WMO. Het is goed dat dat soort voorzieningen naar de gemeente zijn gegaan... dat de gemeente het meer kan afstemmen met de behoeften van de mensen in de gemeente. En dat is ook goed dat het van de provincie naar de gemeente is gegaan. Daar heb ik niks op tegen. Maar als je het hebt over de gezondheidszorg... Ja, hier in Drenthe gaat het dan over ziekenhuizen met basisvoorziening... of over gezondheidscentra... Nou ja, dat zijn dingen die toch bij de zorgverzekeraars liggen... en niet bij de provincie of de gemeente. Maar hoe denkt u dan over de huisartsen? Die dus binnen een aantal jaren zijn er 15 huisartsen minder, heb ik begrepen. Nou ja, dat is ook. Baart u dat zorgen of zegt u van dat is ook voor de gemeente? Ja, nee, natuurlijk baart men dat zorgen. Maar je ziet ook, de gemeente hebben daar een probleem mee. Want hoe kun je huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten overhalen om een praktijk te beginnen in bepaalde steden, dorpen, kernen? Ja, je kunt als provincie misschien wel iets doen om het aantrekkelijk te maken dat je een leeg gebouw. Ter beschikking stelt, dat is het gezondheidscentrum, als start
Dus je moet heel creatief zijn om dingen te verzinnen. Dat je huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten toch overhaalt om hier naartoe te komen. Terwijl ze in eerste instantie het niet aantrekkelijk vinden om hier te werken. Maar je hebt eigenlijk geen middelen om dat te doen. Je moet ze verleiden. Maar je kunt als provincie wel zorgen dat er op enig moment middelen vrijkomen vanuit het vrije budget, zou ik haar zeggen, om voorzieningen dicht bij huis te creëren. En ik heb dat net in de vorige stelling al een beetje aangegeven. Je krijgt straks een vergrijzende bevolking waarvan de regering nu zegt, je moet meer en langer thuis zijn. Verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, allemaal moeilijk. Althans moeilijker. Daarvoor hebben we dus voorzieningen nodig. En vanuit de provincie zul je dan, waarom niet, enige stimulans moeten kunnen geven. Al is het via een duwtje in de rug richting gemeente. Maar je moet daar iets aan doen, beste mensen. Echt, doe dat. Als ik zo vrij mag zijn om toch even te reageren. De term vergrijzing heeft vaak een wat negatieve bijklank. Een negatieve smaak. Ik begrijp dat u dat niet zo vindt en ik vind dat ook niet. Vergrijzing is gewoon iets, dat is er. Daar hebben we gewoon rekening mee te houden. Ja, daar ontkom je ook niet aan. Je zult daar inderdaad op moeten anticiperen. Ja. Nu en ook straks, als we het hebben over de toekomst, ja, waar u ook op doelt. Ja. Vergrijzing houdt niet in dat alle ouderen hulpbehoevend zijn. Er zijn er ook heel veel die hulp gewoon nog niet nodig zijn, gelukkig. We worden steeds ouder. We zijn wat dat betreft ook een stuk gezonder. Door de techniek, door de medische wetenschap. Maar de gezondheidszorg gaat natuurlijk voor iedereen. Want er zijn ook jongeren absoluut. Die er zijn niet ook jongeren. Mobiel ja, zeker. Zijn. Ja, wat de SGP betreft is de zorg, goede zorg van levensbelang. En daar moeten we natuurlijk wel wat mee. En ik vind alleen niet, en daar ben ik toch helemaal eens met de PVV, meneer Van Uppelschoten, dat het niet iets is van de provincie. Het ligt bij de gemeente of bij het Rijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat we als provincie het kanaal open houden om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Hoe kunnen we met elkaar voor zorgen dat die zorgbehoefte in Drenthe er ook goed neergezet wordt? Ik ben het met u eens. Ik ben heel benieuwd wat de VVD daarvan vindt. Excuus. Ja, kijk. Ook ik vind dat de zorg, het is geen taak van de provincie. Maar we vinden er wel iets van. En ik vind ook dat we in Den Haag duidelijk moeten maken hoe in het platteland zorg beleefd wordt. Hoe je zorg kunt verlenen. En we moeten er alles aan doen. Maar daar zijn we het over eens. Alleen goedkope boodschappen vanavond aan tafel hebben we er niets aan. Natuurlijk willen wij als kan huisartsen, specialisten in de ziekenhuizen, een ziekenhuis dichtbij. Je wilt gezondheidszorg als kan zo dicht mogelijk bij het dorp. Maar dan kom ik terug, waar gaan we wel over? Dan kijk ik weer opnieuw naar die ruimtelijke ordening. Dat ouderen bij de kinderen eventueel kunnen wonen. Dat je misschien een soort aanleunwoning kunt maken. Dat ouderen, ik heb het internet genoemd. Ik denk dat in de toekomst zorg misschien nog wel meer via het internet gaat. En dat je daar dan ook gebruik van kunt maken. Dus we moeten die randvoorwaarden waar je wel over gaat. En natuurlijk moeten we ook als politieke partijen dat je je landelijke contacten gebruikt over hoe het op het platteland werkt. Want dat is anders dan in de Randstad. Laten we daar ook duidelijk zijn. En we willen allemaal het beste. Maar we kunnen een aantal dingen doen. En dat is ruimtelijke ordening. Dat is randvoorwaarden. Als we hier huisartsen willen hebben, dan moet er een mooie woonomgeving zijn. Wees er trots op dat hier straks een mooie dierentuin is. Waar ook die mensen met hun gezin en hun kinderen naartoe kunnen. Ik heb al gezegd, er moet een theater zijn. We moeten uit kunnen gaan. We hebben een mooie provincie. Den Haag denkt nog te vaak achter Zwolle gebeurt niets. Nou, er gebeurt hier zat. Er moet reuring zijn. Er is werk, er zijn vriendelijke mensen, een mooi landschap. En we moeten hun de voorzieningen geven dat die dorpen een beetje leefbaar blijven. En onze landelijke contacten vooral gebruiken. Dat men door heeft hoe het hier in Drenthe werkt. Precies, en ik denk dat het heel belangrijk is om daaraan te werken. Het is nu bijna 8 jaar geleden dat mijn echtgenoot aan kanker is overleden. En als ik u vertel hoeveel mensen, hoeveel hulp ik op de vloer heb gehad om haar te verzorgen, was werkelijk geweldig. En ik maak me zorgen over al die mensen die het nu overkomt. En ik ben bang dat inderdaad niet goed gaat. En daar moeten we ook met de contacten die we hebben in het land, vanuit de provincie, vanuit de gemeente en richting de Tweede Kamer, daar moeten we echt op insteken. Ik wil nog één ding aannoemen als VVD. Wij hebben ook het thema bouwen aan Drenthe. Iedere week krijgen we een gereedschapkist uit aan heel veel vrijwilligers. Maar als er nog één tak is waar heel veel mensen iedere dag weer hulp verlenen aan zieken en aan andere mensen, ouderen, dan denk ik, dan is het wel in die gezondheidszorg, de mantelzorgers. Laten we daar ook trots op zijn. Ja. Ik denk dat in Drenthe de Norberhulp nog hoog in het vaandel is. Ja, en in die zin ben ik er trots op. We zijn er ook voor die mensen. En daar moeten we echt zuinig op zijn en ook koesteren. Dus daarom vind ik het bouwen aan Drenthe wel een mooi thema. Want dat doet met name die mensen. Wij kunnen alleen maar faciliteren, maar het zijn de gewone mensen die Drenthe maken. Nou, misschien is het goed dat u dan niet een gereedschapskist aan de zorg biedt straks, maar een EHBO-doos.
Ja, maar goed, het is bouwen aan Drenthe en die moet het ook wel een beetje in de sfeer zijn. Ja, ja, ja. Maar meneer Dubbelschoten? Ik denk dat het ook is een andere benadering. Dus dat je denkt van, we kunnen het niet met regels afdwingen dat dit soort dingen voor elkaar komen. Maar dat we toch, ik heb het net verleiden genoemd. Dus ook als je zegt, ouderen die op een gegeven moment aangepaste woningen hebben, die kun je als provincie niet neerzetten. Daar heb je het geld niet voor. Maar je moet wel woningbouwcoöperaties overzien te halen dat die die woningen neerzet. En het is dus meer de rol van de provincie dan om anderen die de middelen hebben, dat die de voorzieningen leveren die nodig zijn dat er een zorg in Drenthe blijft. Maar de illusie dat de provincie dat zelf kan doen en het de middelen daarvoor heeft, dat is een vals beeld. Je moet gaan aanjagen. En dat is de taak van aanjagen, stimuleren. Ja. Het gesprek aangaan. Het gesprek al eerder zo moet je doen, anders komt het niet goed. Ja. Het publiek op straat heeft hier natuurlijk ook een vraag over. Dus we gaan even naar een filmpje. Geachte politici, wat gaan jullie doen met de sociale zorgvoorziening voor de ouderen? Nog even een korte reactie dan van iemand. Ja, ik heb... Om meneer Rutte gerust te stellen. Ja, goed, maar dan moet ik in de herhaling vallen. En dan denk ik dat dit debat niet toe doet. Want we kunnen beter dan misschien ingaan op dingen die nog niet gezegd zijn. Onderwerp althans. En dan we hebben dit punt al bij aan de orde gehad. Dan gaan we naar een ander filmpje toe, want we hebben nog een vraag. Maar wacht, kijk, het is wel wat de SGP zei. Van het beeld dat er veel ouderen zijn en dat er dan ook het beeld opgeroepen wordt, dat zijn allemaal hulpbehoevende mensen. Oh, dat is helemaal niet zo. Nee. Het moment waarop je hulp nodig hebt is gewoon verschoven in de leeftijd. En er zijn er niet ineens meer hulpbehoevenden gekomen, alleen het is later. En het beeld van, er zijn allemaal grijzaards en die zijn allemaal zielig en moeten allemaal geholpen worden. Voorzitter. Dat is niet zo. Ik ben zelf al lang met pensioen en ik voel me helemaal geen grijzaard. En ik hoef helemaal niet geholpen te worden. Maar er zijn wel mensen die op latere leeftijd, en iedereen krijgt ermee te maken, ook die jongeren dan die extra hulp nodig dat hebben. Heb ik, maar het beeld klopt niet. Ja, het beeld klopt in zoverre, en daar ben ik mee begonnen volgens mij bij deze stelling. We worden ouder, we hebben een geboortegolf gehad, dus we krijgen ook een golf van ouderen. En dat betekent gewoon dat het aantal, en ik zeg niet dat de ouderen zielig zijn en ziek, zwak en misselijk. Nee, absoluut niet. Alleen het aantal wordt groter en dat vraagt werkgelegenheid aan die club. En u hebt volkomen gelijk, mensen zijn gezonder omdat we meerdere en betere en goede medicijnen hebben. Echt volledig eens, maar juist door die bubbel die ik net noemde, hebben we dat aspect wel onder ogen te zien. Ja. Nou, het antwoord was eigenlijk al duidelijk, maar toch komt er toch weer veel reactie op van u. We hebben nog een filmpje voor u. Goedemiddag. Landelijk zijn ze erg bezig met de participatiemaatschappij. Mijn vraag is, hoe wilt u dat provinciaal vormgeven? Wie van u geef ik het woord dan? Meneer Hartskamp? Als het gaat om participatie, dan gaat het om samenwerken. Dan gaat het om initiatieven van instellingen, instanties, maar ook initiatieven van burgers. Om daar wat mee te doen, om daarnaar te luisteren, om te delen. Het zou goed zijn om veel meer met elkaar in gesprek te zijn als provincie met de burgers in Drenthe, ook wat dit betreft. En ik denk dat je daar moet beginnen en dan vanuit het gesprek gaan kijken van, hey, wat kunnen we daarmee? Kunnen we krachten ook bundelen? Nou, wij doen dat ook als provincie. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Er is al even gesproken over een geldpotje Vitaal Platteland, waar je juist die initiatieven van onderen op, vanuit de dorpen, vanuit de burgerbevolking, blijf daar ook weg als politiek, maar stimuleer alleen waar ook de bewoners zelf behoefte aan hebben en waar de inwoners behoefte aan hebben. En luister naar de vraag. Dat kun je blijven stimuleren. Want nogmaals, het naberschap in Drenthe is hoog en laten we dat vooral ook een beetje koesteren. En gelukkig hebben wij dat in ons verkiezingsprogramma staan. Naberhulp, mooi artikel. Ik verwijs jullie allemaal naar de site. Ook in Drenthe? Of, Jazeker, Naberhulp is Drenthe. Okay. Helemaal in Drenthe, ja, daar hou ik van. Ja. Ja, we hebben nog een filmpje, meneer Dubbelschoten. Kan dat? Wordt er ook wat gedaan aan het drugsgebruik hier in Emmen en alles, overal? Het drugsgebruik? Ja, nou, ik zit nog even na te denken over dat filmpje van net. Want het is denk ik echt zo dat als je die participatiemaatschappij levend wil maken, dat je inderdaad initiatieven van burgers, met name dan in de kleine kernen, waar dan de mantelzorg wat ingewikkeld zou kunnen zijn, dat je dat mogelijk maakt. En nou, dat is wat gezegd hier met Vitaal Platteland. Je kunt verzoeken indienen om dingen overeind te houden. Ja, dus dat betekent ook van een coöperatie oprichten om een supermarkt open te houden. Een coöperatie om het vervoer te gaan regelen. Een coöperatie om de zorg zelf in het dorp te regelen. Maar dat zijn dan dingen die dan geregeld moeten worden. En die initiatieven, de startfase, die kan de provincie wel behelpen. Ja. Maar je kunt het niet bekostigen in de exploitatiesfeer. Dat is uitgesloten. Ik ga,
Snap ik. Ja. Ik begrijp het punt. We gaan nu door naar het antwoord van het filmpje. Wat tenminste meneer vroeg. Hoe zit het met het drugsgebruik? Hoe kunnen we dat verminderen in de gemeente Emmen? De SGP is er gewoon heel duidelijk in. Je moet drugs, hoe dan ook, verbieden. En dan alle drugs, harddrugs, softdrugs? Absoluut, want het is gewoon slecht. Hoe zit het dan met alcohol? Is ook een misbruik? Is misschien nog wel groter dan drugs? Nou, dan zullen we zullen natuurlijk wel moeten kijken als het om alcohol gaat. Dat ligt iets genuanceerder wat de SGP betreft, hoor. Maar hoezo genuanceerder? Maar je zult gewoon wel moeten kijken. Kijk, alcoholverslaving is helder. Alles wat tot een verslaving leidt, die mensen moet je helpen. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Die zorg moet je bieden. Maar de SGP blijft heel helder in zijn standpunt dat drugs verboden dient te worden. Dus er zit voor u een groot verschil tussen drugs en alcohol? Ik neem aan dat D66 daar wat anders over denkt. Als ik zo de publieke tribune een beetje hoor. Maar, ja. Die zit niet aan tafel, maar we hebben wel andere partijen, de 50-plussers. Nou, maar kijk, drugs, daar wordt volgens mij meer bedoeld. Niet sigaretten en de alcohol. En ik snap dat je ons wilt uitnodigen. Cocaïne. Het gaat juist om de zwaardere drugs. En dan inderdaad begint dat bij wiet. En alles wat daarboven zit. En ik denk dat we alcohol niet moeten onderschatten. Ik denk dat er meer alcoholisten zijn of mensen die geen mate hebben in het alcoholgebruik. Kijk naar de discussie die gisteren is losgebarsten met die alcoholsloten die door de Hoge Raad zijn verboden. Er zijn heel veel mensen die dus blijkbaar met zo'n alcoholsloot rondrijden. Dus dat is zeker een probleem. Maar ik denk dat deze meneer iets anders bedoelt. En deze meneer die bedoelt inderdaad wiet, marihuana en cocaïne, heroïne. Ja, volgens mij gaat het daarom. En ik denk dat een groep mensen is die dat gebruikt. Ik denk dat het verschrikkelijk is. Ik heb in mijn naaste omgeving ook iemand die het gebruikt. Dat doet mij pijn. Ik denk dat daar vreselijk veel hulp nodig is aan mensen die dat gebruiken. Maar dat betekent dus ook dat je vanuit de politiek, voor zover dat kan, en dat heb je hulp nodig, en dan kom je weer bij de participatie, heb je hulp nodig van andere instanties en van mensen om die mensen heen die drugs gebruikt, om te proberen het verstand weer een beetje te laten gaan werken. En door die drugs wordt dat juist wat minder. En komt dan ook geld vrij voor die instanties die de mensen gaan helpen op dat gebied van drugsgebruik? Er waren potjes voor, toch? Meneer Veen. Ja, wat je moet doen, ook hier is weer, de provincierol is op zich beperkt. Ja. Maar het is natuurlijk helder dat hij heel veel begint met voorlichting op scholen. Ja. Over alcohol, over drugs. Ja. Wat doet het met je als je verslaafd raakt? Laten we vooral beginnen in het onderwijs. Want volgens mij is daar... Ja, het begin om mensen bewust te maken van de risico's die je loopt. En ik denk dat ze hier in Emmen een redelijk goed beleid voeren als het gaat om het drugsbeleid. Panden sluiten. Ik denk dat je daar ook helder in moet zijn. Ja. Meneer Oppenschoten, mee eens? Ik vind ook van het drugsgebruik, ook als je met hashies of wiet begint, dat kan makkelijk tot ontsporingen leiden. En daarop wijzen... Dat maar is... u heeft ook alleen weer over de drugs natuurlijk. Hè? Ik vind alcohol net zo'n verslaving. Dat vind ik ook. Kijk, maar het beleid wat we in Nederland hebben, dat lijkt bijna op de drooglegging in de Verenigde Staten in de jaren 30. Ik denk, er zijn twee mogelijkheden. Of je geeft het vrij, of je verbiedt het. Maar je kunt het niet zo doen zoals het nu is. Je mag het gebruiken, maar je mag het niet produceren. Ja. En je mag niet te veel een voorraad hebben. Dat is een volkomen kromme situatie. Je moet één van de twee moet je kiezen. Maar zelf vind ik... Net zoals mensen die te veel alcohol gebruiken. En daar, je kunt ook heel verslaafd raken aan dit soort dingen. Zeker. Wijst de mensen erop. Maar ik denk het beleid zoals we nu hebben, kunnen we bijna niet laten voortgaan. Je zult de productie moeten vrijgeven of meer controleren. Want het is nu helemaal in het criminele circuit. Ja. Maar je zult ook heel duidelijk moeten aangeven dan, net zoals alcohol, het is vrij. Maar er zijn ook heel veel gevaren aan het gebruik van alcohol. En als je daar verslaafd wordt, ben je de klos. Ja. Dus als je ook de klos bent, als je verslaafd bent aan drugs, hashish of nog ergere dingen. Ik wil u allen danken voor uw bijdrage. Voor deze, we gaan naar Jorien. Dankjewel. Ja, Marjan, het is 9:45. Dat betekent dat we zometeen het laatste thema gaan aansnijden. Dat gaat over windmolens, kan ik alvast verklappen. Dus dat wordt een pittige discussie, denk ik. Dus het lijkt me goed om vlak daarvoor nog even wat muzikale onderbrekingen aan te snijden. Lars Hoving is weer even aangeschoven. Lars, je zong net een prachtig nummer... Over Emmen eigenlijk, hè? Over Drenthe en de leegloop die we hier hebben. Heb je nu weer zo'n toepasselijk nummer? Nou, het is wel politiek toepasselijk. Het gaat over, het heet Song from John. En het gaat eigenlijk over iemand die van bovenaf kijkt naar de aarde op dit moment. Hoe het gaat en wie er, naar de mensen en wie er rondloopt hier. En dat het op dit moment in de wereld eigenlijk een gigantische puinzooi is. En ik heb ook dat de mensen die hier vanavond rondlopen ook zichzelf...
in de spiegel aankijken en zien dat ze een grotere verantwoordelijkheid hebben, ook ten opzichte van de mensen die hun kiezen. En dat ze die verantwoordelijkheid ook nemen. En daarin verstandige keuzes maken voor de provincie. Want ik denk dat het erg belangrijk is dat Drenthe als provincie toch op de kaart blijft. Staan als een fantastische provincie waar, denk ik, best wel veel mogelijk is. Maar pak die kansen dan. En ga niet zitten bakkeleien over een paar parkeerplaatsen. Ik denk niet dat dat handig is. Dus. John Lennon van Drenthe kunnen we jou wel noemen. Nou, ik zou me niet met hem willen vergelijken. Maar misschien hebben we in de hoofdlijn wel eenzelfde boodschap. Zometeen verder met het debat. Eerst Lars Hoving live. My name's John, I don't live here anymore. My time has passed on Earth 87 years ago. I've been looking through the clouds, and all I see is guns to shoot and kill for heaven's sake, in the name of God. He's been rambling on my mind. Is he a prophet or a soldier? That it doesn't matter, 'cause I can hear his voice much longer. So listen what I tell you, son. Put your mobile phone away and knee down in the morning. Pray to me instead of him, and I'll tell you what I see. Syria, her dad is killed in brutal fights, but no one bats an eye. She's too far away from you. You only see your face through the little screens you all look at every single day. Well, my name's John, I don't live here anymore. My time has passed on Earth 87 years ago. I've been looking through the clouds, and all you see is guns to shoot and kill for heaven's sake, in the name of God, in the name of God. Your job is now to tell my story to anyone who lies on this earth. On this earth. Dank u wel. Applaus voor Lars Hoving. Dankjewel, Lars, dat je er wilde zijn. Ja, dan gaan we door met het laatste thema van vanavond. Ik zei het net al eventjes, windmolens. Ja, het is echt een hot topic in Drenthe. Het houdt de gemoederen flink bezig. Want waar moeten ze komen? Moeten ze überhaupt wel in Drenthe komen eigenlijk? Nou, feit is dat niemand staat te springen op een windmolen in zijn achtertuin. Ja, wind is wel een van de meest duurzame manieren om energie op te wekken. En in Nederland is afgesproken dat ze door het hele land moeten komen, dus ook in Drenthe. Maar zijn ze wel rendabel? En moeten die windmolens in een windmolenpark komen? Nou, voor dit hete hangijzer schuiven we bij Marianne aan. Nico Uppenschrote van de PVV, B. Hoeksema van SBN, Art van der Tuuk van de PvdA en Henk Brink van de VVD om te discussiëren over de volgende stelling. Er moet in Drenthe gekeken worden naar andere vormen van energieopwekking dan windmolens. Hoe kijkt u daar tegenaan, meneer Van Uppenschoten? Ik zou er van harte mee eens. Dus windmolens vinden wij helemaal geen duurzame energieopwekking.
Omdat het niet iets vervangt. We houden het oude systeem moeten we in stand houden. Dat moet toch 100% aanwezig zijn. Dat als er geen wind is, dat het meteen overgenomen kan worden door het traditionele systeem. Dus je bent alleen een extra systeem aan het neerzetten. En nou, de rug is een paar keer genoemd. Je heeft het ook uitgerekend. 60 miljard gaan we in Nederland besteden aan de plaatsen van windmolens. Dat moet betaald worden door de gebruikers. Want dat komt niet voor niks. En dan wordt er ook doodleuk gezegd. Nou, dan gaan de energiekosten voor de mensen gaan 200 of 300 euro per jaar omhoog. Ik denk, nou, vraag het maar eens aan de mensen of ze dat willen voor dit systeem. Nou, dat is één argument. En tweede vind ik, de gezondheidsaspecten die te maken hebben met de windmolens. Dus als je in de buurt van windmolens woont, is nu het vermoeden, of sommigen zeggen zelfs de zekerheid, dat dat tot gezondheidsproblemen zal leiden. En ik heb net zitten lezen, ook in Denemarken is nou een moratorium afgelopen jaar geweest, om nu eens uit te zoeken wat gebeurt er met mensen die binnen een straal van 2 kilometer van een windturbine wonen. En zijn de klachten die genoemd worden, wordt dat gerelateerd aan die windturbines? Nou, ik denk, zij hebben heel erg voorop gelopen in Denemarken. Trouwens, de energieprijzen zijn daar het hoogste van heel Europa. En ze zijn nu aan het uitzoeken, wat betekent het voor de gezondheid? Nou, ik denk, laten wij nou ook... Daar zijn nog geen cijfers van. Er zijn wel allerlei verschillende onderzoeken die aangeven dat er gezondheidseffecten zijn. Maar laten we dan wij afwachten en die dingen niet plaatsen. En als we iets willen doen, laten we dan iets doen met de zonne-energie. En er zijn in... Maar die is er ook niet altijd. Maar dan heb je in ieder geval een systeem wat niet tot gezondheidsklachten leidt. En we zijn in Drenthe, hebben plekken waar dat kan. Dus neem het vliegveld Eelde. Ga daar zonnecellen neerzetten. Neem de T-baan in Assen. Zet ze daar neer. Voor het vliegveld Eelde zou het dan fantastisch uitkomen. Hebben ze een extra inkomstenbron. En dan heb je niet al die overlast. Want ik begrijp ook al die mensen die zeggen recreatie, dat is het belangrijkste, en toerisme is het belangrijkste. Dan gaan we in onze natuurprovincie gaan we uitgerekend van die grote windmolens neerzetten. Nou, ik denk, dat zijn twee dingen die helemaal niet met elkaar passen. Ja. Meneer Brink. Ja, ik wil er wel op reageren. Kijk, wat we natuurlijk als het om energie gaat, moeten we een aantal dingen wel scheiden. Het gaat als eerst, denk ik, omdat we zuiniger om moeten gaan met de energie. Dat is ook onze huizen isoleren. Dat is puur, zeg maar, een kwestie van, ja, minder energie gebruiken. Maar we moeten ook constateren dat we met elkaar wel heel erg afhankelijk zijn van energie uit andere landen. Dus dat je in Nederland een omslag krijgt naar een meer een vorm van duurzamere energie, daar is de VVD voor. Dat een mix moet zijn van zon, wind, biomassa en nogmaals, en vooral bezuinigen, zijn we het ook over eens. Maar ik daag de heer Uppelschoten ook uit om dan zijn mening te geven, u kunt overal tegen zijn. Maar voor mijn gevoel, we weten dat we met elkaar toch in een aantal generaties de aardbol wel een beetje leegroven als het gaat om steenkool, om olie. Ik vraag daar ook aandacht voor. Gas. En we zijn afhankelijk van een aantal staten waar je liever niet afhankelijk van wilt zijn. Dan daag ik u ook uit hoe u het dan wel wilt doen. Want op dit moment is windenergie nog wel een van de vormen die nog redelijk betaalbaar is ten opzichte van zon. Is vele malen duurder. En we zullen toch ergens moeten beginnen. Meneer de Verschoten. Ik heb het idee dat in de huidige situatie het veel verstandiger zou zijn om te kiezen voor zonne-energie. En dat hebben we eigenlijk in Nederland ook nog niet. Maar zon is vele malen duurder. Ja, nee, maar ten eerste de windenergie, de molens die neergezet worden, dat levert vooral geld op voor de mensen die de grond bezitten. En voor mensen die hele grote bedragen kunnen investeren. En die halen dat daaruit terug. Als je voor zonne-energie zou kiezen, of alleen zonne-energie, en dat meer mogelijk maken in Drenthe, en dat op de daken doet, dan hebben de gewone mensen hebben daar het voordeel van. En kijk naar welke publieke instellingen of semi-publieke instellingen hebben gewoon extra bronnen van inkomsten nodig. En dan denk ik met name aan het vliegveld Eelde. Ik heb net al gezegd dat wij voor een mix van energie zijn. Voor zonne-energie. Maar als u geen wind wilt, en u zegt ook, hè, we zijn ook nog een recreatieprovincie. En niks. Ja, daar moeten we zuinig op zijn. Maar een kwart van Drenthe volleggen met alleen maar zonne-energie is ook geen oplossing. Nee, maar Ik wil even verder naar de andere heren, meneer Hoeksema. Ja, kijk, het is natuurlijk een hele mooie discussie over die windenergie. En als we dat gewoon betrekken hier op Emmen, dan krijgen we in Emmen daar ook mee te maken. En de toekomst zal ook uitmaken hoe dat zometeen gaat lopen. Komen er meer molens? Wij zijn er dan in ieder geval als seniorenbelang. Noord zijn we daar sowieso op tegen dan. We hebben een afspraak gemaakt en je vindt als partij moet je ook aan houden. Dat is gewoon hartstikke helder. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat als er molens geplaatst worden, dat omwonenden daar veel last van krijgen. U gaf dat ook al terecht aan, de slagschaduw, het geluid. Dat dus ook de lusten
ook bij de bewoners, bij de omwonenden komen. En als je het hebt over plaatsen bijvoorbeeld hier. We hebben in Emmen een schitterend gebied, maar je zit hier vlak tegen de grens aan. En dan heb je opeens het verdrag van Emmen. Ik heb het hier ook in de raad gevraagd. Dat schijnt dan weer heel moeilijk te zijn om dat te open te gaan breken. Want als je dat open kunt breken, kun je ze bij wijze van spreken, maar misschien kan de gedeputeerde daar wat meer over zeggen, dan kun je ze ook tegen de grens tegen Duitsland aanzetten. Want daar staat het al vol met die molens, waardoor je waarschijnlijk ook ons gebied wat meer zou kunnen ontzien. Maar nogmaals, als je lusten hebt, moet je dat ook aan de mensen geven. Want ik denk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen maar de molenbouwers, dat die daar profijt van hebben. Maar nogmaals, als er dan andere voorstellen komen, en ik hoor het ook graag van de Partij van de Arbeid. Want dan ga ik tussendoor even naar iemand beetje in de zaal. Ja, er is iemand in de zaal die heeft een vraag. En misschien kunt u daar dan zo meteen op antwoorden. De publieksvraag. Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag aan PvdA en VVD. In Drenthe is tot drie keer toe een motie ingediend door D66. Twee keer had te maken eigenlijk met mediation, hè, draagvlakvergroting. Die in principe is overgenomen. En er is tot op heden niks mee gedaan. En één keer had te maken met verruiming van zoekgebieden. En dan zie ik links en rechts de andere partijen nu een beetje mee de campagne ingaan. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe de PvdA en VVD er nu in staan. Is uw mening veranderd door de tijd heen, meneer Van der Tuk? Nou, waar we mee zaten is, en daar hebben alle sprekers voor mij al het nodige van gezegd, dat we in Nederland wel natuurlijk in een duivels dilemma zitten. De fossiele brandstoffen raken op. We zijn verwend geweest de afgelopen periode natuurlijk met goedkope brandstoffen. Tegelijkertijd zijn we, en dat merken we ook, afhankelijk van staten en regimes waar we zo langzamerhand liever niet van afhankelijk zijn. En dan maak je met elkaar ook in het belang van, laten we zeggen, toekomstige generaties uit klimaatoverweging de keuze dat je naar meer duurzaamheid moet. Dat hebben alle partijen op een paar na in Den Haag met elkaar afgesproken. Vervolgens moet dat landen in het land, die afspraken. En waar wij in Drenthe ons voor gesteld zagen was, hoe gaan we dat nou invullen? De afgelopen periode hebben we als bestuur die strijd moeten voeren met Den Haag, dat we tenminste zorgen dat we niet veel meer windmolens krijgen dan dat minister Kamp nu in elk geval heeft neergelegd dat er is. En de slag die we nu met elkaar moeten maken is inderdaad, hoe ga je dat nu verder invullen? En waar de PvdA voor staat is dat je tenminste ruimte nu creëert en af gaat dwingen. En laten we dat met elkaar politiek in Drenthe nu gaan doen in Den Haag. Dat als de voortschrijdende technieken zijn, waardoor er meer megawatts per windmolen opgeleverd moeten worden, er minder windmolens geplaatst hoeven worden. En laten we ook afdwingen dat er mogelijkheden zijn dat als zonne-energie of andere vormen van duurzaamheid inderdaad voldoende opwekt en haalbaar is, dat ook ter vervanging kan. Kan ik daarmee zeggen dat er nooit windmolens zullen komen in Drenthe? Nee. Zullen er nul windmolens komen? Nee. Stelt u zich erop in, dat zal wel het geval zijn. Maar moeten we naar een goede mix zoeken, naar de toekomst, in het belang van onze kinderen? Ja, dat moeten we ook. Volgens mij heeft mevrouw nog een reactie voor u. Ja, wat ik nu hoor is heel mooi, maar ik dacht dat het in januari in 2013 al was. En toen was PvdA tegen die motie voor de verruiming van de zoekgebieden. En heel, wat heeft PvdA doen bewegen dat het jasje door de wind zo is gaan draaien? Nou, wat de PvdA heeft bewogen is dat wij voor de burgers van Drenthe eerste strijd hebben gevoerd met Den Haag om tenminste het grote aantal windmolens zoveel mogelijk te beperken. Dat is niet populair. Dat zal de burger niet vaak snappen dat dat een heel ingewikkelde strijd is. Maar die hebben we met elkaar politiek breed in Drenthe wel moeten voeren. En daar hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor genomen. Nu we één keer op dat punt staan, is het dus inderdaad zaak om te vragen van, en hoe kunnen we nou er op een andere manier ook verder invulling aan geven? Laten we in plaats van nu met elkaar na te kaarten van, god, wie heeft wanneer welke motie ingediend, ervoor zorgen dat we met elkaar nu dat traject gaan lopen. Meneer Uppelschoot is het niet met u eens, geloof ik. Er is een strijd in Den Haag gevoerd over het aantal windmolens. Maar helaas is het zo dat in Drenthe relatief veel windmolens geplaatst moeten worden. Want in Overijssel hebben ze minder megawatts die geplaatst moeten worden. In Gelderland hebben ze minder megawatts. In maar Utrecht. Hoeveel minder? Significant of? Nou, de helft. Het is onbegrijpelijk dat er nog zoveel windenergie geplaatst moet worden in Drenthe. Terwijl we zeggen dat Drenthe een natuurprovincie is. En dan wordt er gezegd, ja, we hebben onderhandeld, heel hard onderhandeld. We zijn maar op 280 of 88 uitgekomen. Dat is relatief heel hoog als je naar andere provincies krijgt. Daar begrijp ik niks van. Meneer Hoeksema? Ik kijk ook even naar mijn collega aan de rechterzijde en zo. Er wordt ook heel veel gesproken op dit moment over de zonnecollectoren, de zonnewarmte. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? In Exelomond is een heel groot experiment. Daar gaat iemand het hele land volzetten met zonnecollectoren. Ik denk dat dat ook prima is. Maar denkt u
denkt dat dat een oplossing is? Of verwacht u dat ten aanzien van die zonne-energie, ten aanzien van die zonnewarmte, de techniek zo is dat dus eigenlijk met een kleinere hoeveelheid het maximale kan worden bereikt? Hoe kijkt de PVV daar tegenaan? Nou, ik heb al een voorstel gezien van een club grondbezitters in de Monde, die met een alternatief zijn gekomen voor de windturbines. En dan gaat het over 250 hectare. Dat is dus een stuk van 2,5 bij 1 kilometer. Die dan geschikt zou zijn om ook 150 megawatt aan energie op te wekken. En nou, dan zouden we dan, maar dan, als we dat gaan doen, dan vind ik het zonde om daar te doen. Dan moet dat naar het vliegveld Eelde of naar de Titibaan. Ik ga u even onderbreken voor een volgende reactie vanuit het publiek. Ja, ik had eigenlijk nog een vraagje, want mijn tenen staan soms even krom in de schoenen. Want wat ik dan denk, ik hoor de heren constant zeggen, mooie provincie, dat heb ik ze wel 16 keer horen zeggen deze avond. Maar mijn vraag, die brandt, is van, wat heeft de provincie het doen besluiten dat er alleen 4 gemeentes in de hele provincie, terwijl we de 12 hebben, om alleen die 4 provincies die molens toe te wijzen? En nu hoor ik een verhaal, ja, we gaan ineens over zonne-energie spreken. Beetje jammer dat dat dan vorig jaar niet is gezegd. De windmolens hebben heel wat opgerakeld. Ja, ik wil daar wel op reageren. Maar kijk, voordat we met elkaar hier naar huis gaan en dat iedereen maar belooft dat ze niet komen en dat we misschien naar de zon gaan en dat ze op de beste plek zullen komen. We hebben met elkaar een aantal jaren, de heer Van der Tuuk gaf al aan, in Den Haag is besloten, bijna unaniem, hoeveel wind er in Nederland moest komen. Er is een verdeling gekomen wat er per provincie moest komen. Er is in de provincie, 5 jaar terug, voor mijn gevoel unaniem, gezegd van, ze komen in die gemeenten. Dat was het zoekgebied. Dan zijn er mensen die zijn ermee aan de slag gegaan. In Borgerodoorn en Aanhunze gaat het Rijk er nu over. Daar gaan we het als provincie niet eens meer over. Laten we dat met elkaar ook nog even afspreken. Dus er zijn contracten getekend. Ik wil geen mooie verhalen ophangen, want ik denk dat het heel lastig wordt. Dan blijft er nog 90 voor Emmen en 40 voor Koevorden en voor deze regio over. Ik denk dat er op zich, en daar zijn we het ook eens, laten we samen optrekken dat er een goede communicatie is, dat ze op de juiste plek komen, het liefst zo ver mogelijk van de inwoners af. En ik ben het ook mee eens, laat je alsjeblieft kijken dat ook het gebied mee participeert in die molens. Dat je, als je het gevoel hebt dat je er last van hebt, dat je dan ook nog een beetje de revenue van hebt. Daar kunnen we gezamenlijk optrekken, maar ik hou er niet van de mooie verhalen. Ik denk dat er in Drenthe voor 285 megawatt aan wind komt. Wat we kunnen doen is een zo groot mogelijke molen, dat we minder krijgen op de best mogelijke plek en dat de burgers mee moeten participeren, is voor mij ook helder. Meneer Hoeksema. Dat is een stoer verhaal, maar dan blijft het mij. Kunt u... Ik hou niet van mooie verhalen. Nee, dat is prima. Ik denk, dat verwacht ik ook niet van de VVD. Maar ik vind het wel heel belangrijk van, kunt u garanderen dat ook de omwonenden ook die voorzieningen krijgen, ook dat nut krijgen wat u nou ook net aangeeft? Want dat is juist belangrijk. Maar het gaat er niet om. Kijk, ik kan me alleen inzetten dat wij vinden dat burgers mee moeten participeren in die windmolens. Dat ze ook mee kunnen investeren. Ja. Maar laat ook helder zijn dat diegene die het meeste geld erin stopt, de grond heeft, er ook iets van wil zien. Ik kan het niet afdwingen, maar kan me er wel sterk voor maken. Maar mooie verhalen dat ik het ga regelen, prima, u mag het allemaal doen. Maar u gaat het niet regelen, want u gaat er niet over. Nee, zo ligt dat natuurlijk niet. Ja, maar zo ligt het wel. Want u stelt voor alsof we dat met elkaar kunnen afdwingen. We kunnen ons er wel voor inzetten. En ik wil wel naar mijn ministerkamp, waar ik op zich hartstikke trots op ben, waar hij moet uitvoeren, waar hij misschien ook niet gelukkig mee is. En soms is hij misschien stug, maar hij is wel eerlijk. En daar staan we ook voor. Maar ik ga wel naar hem toe dat ik zeg van, ga alsjeblieft met gebied in gesprek en zorg dat er een goede, dat er weer in ieder geval... Ik hoor hier ook, hier ook een nee van meneer Uppelschoten. Nee, maar kijk, ik denk dat een van de problemen is, er wordt dan een geschiedenis geschetst van 5 jaar geleden, of weet ik hoe lang geleden, is besloten. Trouwens op Europees niveau, dat er duurzaam... Eerst Europees, dan landelijk en dan provinciaal. Maar dat is iets wat van bovenaf op de mensen is gevallen. De mensen zijn nooit gevraagd, vinden jullie dat ook? Stemmen jullie hiermee in? Vinden jullie dit de oplossing van het probleem? Ik zou bijna nu zeggen, waarom organiseert de provincie niet een raadplegend referendum? De Tweede Kamer is toch gekozen door de Nederlandse bevolking. Nee, maar... En als daar een meerderheid vindt dat de windenergie moet komen, dan is dat toch democratie. Nee. Maar we hebben ook met CO2-opslag, met radioactieve opslag. Als er geen draagvlak voor was in een bepaalde regio, hebben we gezegd, dan doen we het niet. Nu zou je ook als provincie kunnen zeggen, we doen een referendum, raadplegend referendum in dat gebied en we vragen wat de mensen daarvan vinden. En als mensen dat niet willen, als de provincie als geheel gaat zeggen, wij willen geen windenergie, dan moet ik nog zien wat Den Haag doet,
als de hele provincie zich erachter zet, wij werken op geen enkele manier mee aan het plaatsen van windmolens. Ik zie u knikken, meneer Hoeksema. Kijk, hier wordt een heel belangrijk punt aangesneden in zaal. Kijk, ik heb altijd geleerd in mijn werk dat je altijd moet communiceren, dat communicatie tweezijdig is. Dat kan nooit eenrichtingsverkeer zijn. En de collega hier geeft ook al aan van, je moet de burger zo vroeg mogelijk participeren. En dat is wat ik dus ook heel veel mensen hoor, dat men dat te weinig ervaren heeft. Daar zijn we het over eens. En daar zijn we het over eens. Kijk, dat is dan juist het belangrijke punt. Er zijn heel veel dingen zijn vooruitgeschoven, die zijn beslist. Terwijl op een laag niveau er te weinig informatie is gegeven. Daarmee ben ik het dus ook oneens dat we alles moeten doen om ook de minister, dat er ook inderdaad dat hij in gesprek gaat, dat mensen weer in gesprek komen, dat ze participeren en dat ze ook mee kunnen spreken waar ze komen. Ja. Mag ik opnieuw even naar het publiek, want er is nog een vraag vanuit de mensen hier in de zaal. Ja, mag ik? Ik heb nog wel een vraag aan de heer Uppelschoot. Hij heeft heel veel kritiek op het feit dat alles van bovenaf komt, dus vanuit Europa, het Rijk, daarop pas de provincie. Maar meneer Uppelschoot, hoeveel invloed heeft u als, sorry, geen lid binnen de PVV? Daar komt toch ook alles van bovenaf? Nou, ik vind een interessante discussie om met PVV te praten. Daar wil ik heel veel tijd voor nemen. Maar ik denk toch dat dus u ontwijkt de vraag? Nee, ik ontwijk. Want ik vind het een hele andere discussie. Het gaat er nu om van, natuurlijk moeten er ook plannen gemaakt worden van boven. Maar je moet ook kijken of die plannen landen. En of mensen begrijpen waar het over gaat. En ook op een gegeven moment durven zeggen dat als er geen draagvlak voor iets is. Kijk, want iedereen praat over draagvlak nu, hè? Ook het VVD en de Partij van de Arbeid. Maar zeg je dan ook als er geen draagvlak is? Dus als 50% van de mensen bijvoorbeeld het niet willen. Betekent het dan dat het niet komt? Anders denk ik, dan moet je niet over draagvlak praten. Want dan is dat gewoon een woordenspelletje. Als je dat zo belangrijk vindt, dan moet je er ook consequenties aan verbinden. Als er geen draagvlak is, en dan kun je praten over. Meneer Uppelschoten, sorry dat ik u onderbreek. Maar wat mij nou steeds opvalt, is dat u steeds zegt wat er niet klopt. Maar het uitgangspunt wat u nu een aantal keren gevraagd is, hoe gaan wij voor toekomstige generaties het zekeren? Wat is daar dan uw antwoord op? Nou, ik zou u zeggen van, die 60 miljard die wij investeren in windenergie, gebruik die alsjeblieft om hier onderzoek te doen naar nieuwe vormen. Dan hebben we dus nog steeds geen energie, dan gaan we onderzoeken. Wij moeten nu tempo maken. Nee, luister, we hoeven helemaal geen tempo te maken. Ja, tuurlijk wel. Nee, ik zou zeggen, we hebben nu die energiecentrales die er nu zijn, 100% van de energie gegarandeerd. U hebt de afgelopen maand ook meegekregen wat er gebeurt in Rusland. U heeft de afgelopen periode meegekregen wat er gebeurt in het Midden-Oosten. U heeft ook meegekregen wat er gebeurt in Groningen. Luister, er is voldoende fossiele energie nog. Keuzes, meneer Uppelschoten. Wat zijn dan de keuzes? Er is nu nog voldoende fossiele energie. Die is niet binnen 20 jaar weg. Ik zeg tegen gebruik u, deze u jaren. U durft geen keuzes te maken. Ik heb respect voor het feit dat u zegt, ik vind dat u foute keuzes maakt, maar dan dwing ik u om wel alternatieven neer te leggen. En dat doet u niet. Ik vind, we worden in een klemsituatie gemanoeuvreerd door het duurzame geloof of het groene geloof. Er is nu voldoende energie. De energie is nog nooit zo goedkoop geweest, de fossiele energie. Er is voldoende gas. Er is voldoende steenkool. Maar steenkool is daar heel sterk voor CO2. Maar laten we deze tijd dan gebruiken om nieuwe vormen van energie te ontwikkelen die meer duurzaam zijn. En het geld wat we nu weggooien in windmolens, daarvoor nieuwe vormen te ontwikkelen. Ik kan alleen maar constateren dat u weer veel woorden gebruikt om uiteindelijk mijn vraag niet te beantwoorden. Nee, maar het is heel. Kijk, luister eens. Ook als je windmolens hebt en je hebt zonne-energie, dan zul je een ander groot systeem nodig hebben. Ik zeg het tegen u, meneer Uppelschoot, omdat aan de overzijde genoemd werd de twee woorden lusten en lasten. En dat is wat ons bezighoudt in Drenthe. Dat als we op dit soort vraagstukken uitkomen, het vraagstuk van lusten en lasten voor direct aanwonenden inderdaad een vraagstuk is wat ons allemaal bezighoudt. En daar moeten we de komende periode inderdaad een antwoord op geven. Het is ook verantwoordelijkheid nemen, meneer. Want u kunt niet constant iets ontkennen. Want mij is de hele maatschappij erover eens dat we afhankelijk zijn van een aantal staten wat je niet wilt. In Groningen hebben we de aardbeving, denken we met elkaar ook. Over 50 jaar hebben we klaargestaan voor Nederland. Maar ook daar komt een keer een eind aan. Het is verantwoordelijkheid nemen, het is keuzes maken. En dan is het ook zoeken naar draagvlak. Nee, maar als we die toer gaan, ik denk dat we een heel nieuw probleem aan het creëren zijn wat nu een is. Dat mensen die in de buurt van windmolens wonen, hun huizen zullen veel minder waard worden. Er zullen gezondheidsproblemen komen. Worden ze daarvoor schadeloos gesteld? Als je ziet hoe moeizaam dat in Groningen gaat, voordat dat geaccepteerd wordt, dat het gevolg is van de windenergie. Met pompen dus. Nee, ik zeg alleen maar dat als je vertrouwt op dat dingen in orde komen, dan kan je wel eens van een koude kermis thuiskomen. Ik moet nog zien dat mensen die hun huizen heel weinig of misschien wel niks meer waard worden, hoe die gecompenseerd gaan worden en wie dat dan gaat doen. Het is vooral een discussie van drie. Ik ben even benieuwd naar meneer Hoeksema.
Kijk, dat is gewoon heel duidelijk. De heer Van Tuuk gaf het ook heel duidelijk aan. Ik heb dat in het begin van mijn betoog opgezegd. Die lusten staan voorop. Als ik dus ook de aardbevingen in Groningen zie, dan zie ik eigenlijk alleen maar de lasten. En het zou dus ook, als we het hebben daar vanavond gehad ook over de rol van de provincie, het zou van eminent belang zijn dat de provincie Groningen en de provincie Drenthe ook eens gezamenlijk optrekken en gewoon gezamenlijk de dingen aan kunnen pakken. En ik denk, zonder elkaar, zonder een grootschalige provincie te maken, omdat je gewoon afzonderlijk van elkaar de sterke punten pakt. En ik denk dat Friesland er ook bij kan, want Terschellingen ligt ook op snee. Dus wat dat betreft moeten we daar heel zuinig op zijn. En nogmaals, de lusten en niet alleen de lasten. Naast het publiek in de zaal heeft het publiek op de straat hier ook een vraag over gesteld. We gaan even naar een filmpje. Waarom moet er zo nodig echt met zoveel nadruk blijven worden vastgehouden aan windmolens? Terwijl wij gezien de windcapaciteit hier in Drenthe zeker niet de hoogste windopbrengst hebben. Maar qua zon zeker niet achterdoen voor andere delen van het land. En een initiatief om grote hectares vol te plaatsen met zonne-energie. Ja, daar hoor ik eigenlijk heel weinig over. Men blijft ijzig aan vasthouden aan windmolens. Terwijl in mijn smaak windmolens duurder zijn en minder duurzaam zijn. Ik wil graag daar het standpunt van de partijen in op. Ik wil een korte reactie van, laat ik zeggen twee partijen. Maar hebben we hier inderdaad minder wind dan in de rest van Nederland? Ik weet het niet zeker, maar als je bij de grens bent, waait het flink. Dus die Duitsers hebben nog niet van niks daar die windmolens neergezet. Maar ik denk dat die discussie, de vraag die meneer stelt, die hebben we eigenlijk denk ik hier vanavond ook met elkaar al toch aardig goed beantwoord. Ja. Daar wou ik het eigenlijk bij laten. Iemand anders heel kort? Ja, we weten, ik snap wat meneer zegt en we hebben er inderdaad voldoende over gesproken. Maar het is op dit moment zo dat zon nog steeds vele malen duurder is dan wind. En het is blijkbaar in ieder geval voldoende wind voor de mensen om te investeren in windmolens. En we hebben net denk ik de hele materie wel met elkaar besproken. Het levert nog een filmpje op, dus we gaan nog een keer naar het publiek op de straat. Waarom moeten de windmolens in onze regio? Er is ruimte zat. Doe ze maar om de Veluwe. Daar is ook ruimte zat. Ja. Maar ja, moeten we daar nog over hebben? Want ook die vraag is op zich wel. Misschien is het toch nog wel eens interessant. Want ik merk dat bij veel mensen. Dat was de vraag van meneer ook zo net. Zonder al te langdradig te willen worden. Maar wat er in een verleden gebeurd is, is inderdaad bij de vaststelling van de omgevingsvisie. En toen hadden we in Drenthe nog geen windmolen in beeld. Sterker nog, we riepen met elkaar geen wind in Drenthe. Toen hebben we toch met elkaar vastgesteld dat er een gebied was waar dat als er ooit sprake van zou zijn, en wij dachten met elkaar, dat is nooit zo. Als er ooit sprake van zou zijn, zou dat daar zijn. Dat was gebaseerd op hoogtewindkaarten. Dus iedereen voelde wind op de fiets. Maar er is een analyse gemaakt wat een windsnelheid is op een hoogte van 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter. Want zo hoog en hoger staan die molens. Daar heb je geen idee van als je op straat loopt. Maar dat zijn hele andere windsnelheden. En daar waren die gebieden ook op gebaseerd. En toen is er gebeurd wat er gebeurd is. Landelijke afspraak waar we het net over hadden. Er moet duurzaamheid komen. Een aantal mensen in het gebied dachten, hé, wij zitten in dat zoekgebied. Wij gaan een aanvraag doen. Wij willen een windpark genereren. En hier staan we met elkaar. Landelijk hebben we afgesproken dat dit moet. De minister heeft het aangewezen. Een aantal mensen met grond in het gebied heeft posities ingenomen. En nou zitten wij met elkaar te praten. Hoe gaan we daar nou voor de Drentse burger vanaf nu zo goed mogelijk mee om? Dat is wat er gebeurd is. Op social media wordt er ook mee gepraat. We gaan even naar Jorien. Er wordt meegepraat. Nou ben ik even mijn tweet kwijt. Dan kijk ik even naar mijn... Dat is vervelend. Ik ben hem even kwijt. Wat ik wel alvast even kan zeggen zometeen trouwens, Marjan. Als je nu achter de camera's kijkt. Iedereen van alle partijen stelt zich alvast op voor zometeen de laatste ronde. Alle partijen die krijgen 20 seconden de tijd om nog een soort promotiepraatje te houden. En om de kiezer te overtuigen. En dan kijk ik even nog naar mijn tweet. Het is heel vervelend dat ik die nou even kwijt ben. Dan pak ik even... Gelukkig heb ik verschillende media bij de hand. Ja, ik heb hem gevonden. Ik krijg een tweet van Windmolenklachten. Nou, dat zegt dan een hele hoop, die naam. Zij zeggen, vraag eens aan de deelnemers in welke landen van de EU er een gemiddelde LDEN-geluidsnorm voor windturbinegeluid is. Dat zegt mij dan even niks. U ook niet?
Nou, weet je, de vraag sloeg een beetje op wat de heer Uppelschoten aan het begin van het debat zei. Namelijk de vraagstukken, wat betekent nou een windmolenopstelling voor de gezondheidsklachten van burgers? Ik denk dat alle partijen het gewoon erover eens zijn dat dat soort vraagstukken nog wel heel duidelijk antwoord moeten hebben. De heer Uppelschoten stelde terecht de vraag, wat hij denk ik fout deed in dit debat, is alvast invullen dat het per definitie fout is voor omwonenden. Laten we daar een goed onderzoek doen en laten we dat inderdaad betrekken. En dat zal in Nederland breed gedaan worden, meneer Uppelschoten. En daar slaat denk ik deze tweet op. Dan zou ik ook expliciet willen horen nu, zolang we nog niet de uitkomst hebben van dat onderzoek en niet is vastgesteld dat windturbines niet tot gezondheidsschade leiden bij bewoners, bouwen wij die windmolens niet. En ook het verhaal van, als er meer groter rendement komt van de windmolens, dan bouwen we er minder. Ja, dat is er. Maar als je dat navraagt, dan zijn dat die hoge molens van 160 meter hoog, waarvan de Eemstaat en Enkhuizen, daar, die leveren veel meer. Maar we gaan toch niet nog hogere molens neerzetten dan de 120 of 130 meter die nu is. 160 meter, ja, dan zullen ze wel meer wind vangen. En dan zal het de opbrengst wel groter zijn, maar dat willen we toch helemaal niet. Het onderwerp windmolens is een heet hangijzer en is nog lang niet uitgesproken, denk ik. Nog lang niet uitgezocht. Vooral dat ook. Ja, maar kijk, ik vind ook van, in het verhaal van meneer Van der Tuuk, er is ooit gebiedsvisie is vastgesteld. En daar zat impliciet in, dat zou dan ook de plek worden waar windmolens geplaatst kunnen worden. We hadden, en goed, ik zeg we, omdat ik niet en wij en zij willen praten, we hadden dan ook veel explicieter moeten zeggen van, dat gaat ook over windmolens, hè. Dus als ze er komen, en er zijn partijen die het heel graag willen, dan hebben we nu dus ook besloten dat daar de windmolens komen. Dan was dat een veel zuiverder discussie geweest. Terwijl nu was het zo, ja, we stellen een gebiedsvisie vast. Goed, een hoop mensen hebben zich waarschijnlijk niet eens gerealiseerd dat ze zich daarmee ook vastgelegd hadden dat daar de windmolens zouden komen. Ik sluit het onderwerp voor nu. Ik wil u allen danken voor dit deel van het debat, de windmolens. We zien u zo nog even heel snel terug met 20 seconden om de kiezer toch te trekken naar de provinciale statenverkiezing van 18 maart. Jorien. Ja, het is tijd voor onze laatste ronde. Ik zei het net al. Dus alle vertegenwoordigers van alle 12 partijen die hier vanavond zijn, mogen zich gaan opstellen bij Marjan. En zoals ik net al zei, u krijgt allemaal 20 seconden de tijd om de kiezer thuis en hier in de zaal natuurlijk, hier in Lounge 13, te overtuigen om op 18 maart op uw partij te gaan stemmen. 20 seconden is niet lang. Mijn collega Otto die houdt heel nauwlettend de tijd in de gaten. En we zijn streng. 20 seconden is 20 seconden. Marian? Ja, 20 seconden is 20 seconden. Ik ga mijn best doen om dat in de gaten te houden. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kunt u dat in 20 seconden? Ze gaan nu in. Jan Vonhoff van de 50PLUS partij. Dankjewel. Vanwege het feit dat het 20 seconden is, kan ik jullie alleen maar verwijzen, beste kiezer, naar onze verkiezingskrant. Hij staat op de site van www.plus50plus. Een aantal items. Ouderen moeten nu kiezen voor eigen belang. Nauberhulp zit in de Drenthe. Bartje, ook Drents, maakt zich zorgen. Uw pensioen kan veel beter. Leg daar de link met de Eerste Ik Kamer. Ik dank u heel hartelijk en voor uw bijdrage, meneer Vonhoff. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan het CDA, meneer Jumelet. 20 seconden. Ik ga voor u nu in. Het CDA heeft hart voor Drenthe. En wij zijn voor goede zorg voor onze inwoners. Versterking van de werkgelegenheid voor een bruisend en vitaal platteland. En Drenthe moet voor het CDA en voor alle inwoners mooi Drenthe blijven. Dus wij zijn voor hart voor Drenthe. Stem 18 maart CDA. Dank je wel. We hebben nog tijd over. Dank u wel. Meneer Velsema. Ik woon in Drenthe. Ik werk in Drenthe. En ik houd van Drenthe. En ik geloof. En ik geloof ook dat wij het verschil kunnen maken, kunnen verbinden. Dat geloof wil ik op 18 maart een stem geven. En stem dus op 18 maart ChristenUnie. Waar gelooft u in? Dank u wel. Dat was heel snel inderdaad. Kort maar krachtig. Mevrouw Van der Tol, kunt u het ook zo kort en krachtig? D66, uw tijd gaat in. Ja, ik hoop dat iedereen gaat stemmen op 18 maart. En dan maakt u zelf uw eigen keuze. D66 is de partij van de duurzaamheid. Het is een partij die toekomstgericht is. Die is er voor alle Drenthe, ongeacht afkomst, ongeacht opleiding, ongeacht inkomen. D66 kijkt vooruit. We willen kansen pakken. En kort gezegd is het eigenlijk zo. D66 verdient, Drenthe verdient. Dank u wel. D66. Dat was D66. We gaan naar meneer Kuipers van GroenLinks. Uw 20 seconden gaan nu in. GroenLinks die staat voor duurzaam, fair, respect voor mens, dier en milieu. GroenLinks wil biologische landbouw, geen megastallen, eerlijke handel, geen aantasting van de beekdalen, leefbare dorpen en slim openbaar vervoer. Als je van Drenthe houdt
en je wilt Drenthe in jouw hart sluiten, dan stem je uiteraard op 18 Bedankt, maart GroenLinks. Bedankt, meneer Kuipers. 20 seconden gaan heel snel, meneer Van der Tuk. De PvdA. Ja, de gelukkigste mensen wonen in Drenthe, bleek uit een onderzoek laatst. We hebben een mooi Drenthe. We vinden het een geweldige gemeenschap waarin we met elkaar leven. De PvdA heeft daar een hele belangrijke bijdrage aan geleverd de afgelopen jaren. En de PvdA kan daar een hele belangrijke bijdrage aan blijven leveren met uw steun voor werk, toekomst, een mooie natuur in Drenthe. Ik dank u PvdA. Van harte. Ik wens u succes. Dank u. Meneer Uppelschoten, de PVV, uw 20 seconden, die gaan er nu in. Wij kiezen resoluut voor werkgelegenheid in Drenthe. En als die werkgelegenheid zou betekenen dat de natuur daarvoor iets moet inleveren, dan zijn wij bereid dat te doen. Want werkgelegenheid voor jongere mensen, met name in Drenthe, vinden we heel belangrijk. En ik ben hier in Emmen. Ik vind het onbestaanbaar dat de twee grootste steden in het noorden, Emmen en Groningen, via een tweebaansweg met elkaar verbonden zijn. Toch maar even gezegd binnen die 20 seconden. Meneer Hoeksema, seniorenbelangen. Zorg, werkgelegenheid, veiligheid, goede spreiding van de ziekenhuizen, meer zorg in de ziekenhuizen, werkgelegenheid in de zorg, natuur, rust en ruimte. Wij zeggen, de lucht, de ruimte doet ons leven. Stem op Seniorenbelang Noord, dan kunnen we in ieder geval ons doen bewegen. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Meneer Hartskamp van de SGP, uw tijd gaat bijna in. Ja, nu. Soms voel ik me Calimero. Zij zijn groot en ik ben klein. Help daarom mee om op 18 maart de SGP te doen groeien. Want SGP staat voor u. We staan klaar voor u, omdat het om u gaat. Dank u wel. Kort en bondig. Meneer Moynat, gaat dat lukken in 20 seconden? Ook voor u? Moet wel, hè? Moet wel. Toch? Gaat hij nu in? Laat uw stem horen door uw stem ook te gebruiken. Op 18 maart heeft u het voor het zeggen. En laat deze kans niet voorbij gaan door thuis te blijven. Met de stem op de SP kun je tegelijkertijd 3 dingen doen. De SP groot maken in de provincie, de oppositie in de Eerste Kamer versterken en het kabinet Rutte de rode kaart geven. Reken af met de uitverkoop van de beschaving. Maak Nederland weer sociaal. Stem Ontzettend SP. Ontzettend bedankt. Mevrouw Niebuyer van den Ham, ja, van Sterk Lokaal. 20 seconden, gaan voor u in. Sterk Lokaal, de Drent Centraal. De provincie is het verlengstuk van de gemeente. We gaan voor minder regels. We gaan voor bereikbaarheid voor glasvezel in de hele provincie. We willen de gemeente de verantwoordelijkheid geven waar dat kan. En we willen de initiatieven van de inwoners, bedrijven en gemeenten stimuleren. Stem 18 maart Sterk Lokaal. 20 seconden. Meneer Brink van de VVD, waarom moeten we op uw partij stemmen? Omdat de VVD wil bouwen aan Drenthe. Dat willen we niet over de mensen doen, maar met de mensen. We willen de mensen ook ruimte geven. We zijn ook bereid om daar de keuzes in te maken. Maar veel mensen roepen het, maar het gaat wel om werk voor die Drenthe. En de leefbaarheid om onze prachtige provincie. En daar wil de VVD aan bouwen. En die ruimte willen we ook geven aan de mensen en de bedrijven. Ik dank u hartelijk. Alle partijen hebben gezegd waarom ze op u op ze kunnen stemmen. Ik ga er ook vanuit dat u dat gaat doen op 18 maart. Ik ga graag terug naar Jorien. Ja, 12 keer 20 seconden, dat was het. Nou, u heeft het gehoord. De keuze is aan u, maar ga vooral stemmen op 18 maart. Dit was het tv-debat van RTV Emmen. Het allereerste tv-debat ooit wat we trouwens hebben gemaakt als RTV Emmen. Ik wil niet vragen om applaus, maar... Hè. En ik wil alle politieke partijen die hier vanavond aanwezig zijn natuurlijk hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid. U thuis, om voor het kijken. Iedereen hier die aanwezig was. Fijn dat u er was. En natuurlijk Lounge 13 voor de gastvrijheid. En succes op 18 maart.